Je krijgt het helemaal heet, hè? Want dit is niks voor jou, hè? Ik zie het al. Hé, hey, uh, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Gilly's Love Line. En voordat we diep in die lobby-takkie uh, duiken, doe me een plezier. Abonneer je op dit kanaal. Heb je dat al gedaan? Tell a friend to do the same. En klik op dat notificatiebelletje, zodat je als eerste weet wanneer een nieuwe aflevering weer beschikbaar is. Uh, oh ja, net zo belangrijk, like deze video nu. Zonder dat je het al hebt gezien. Ik beloof je dat je het leuk gaat vinden. Al is het alleen al om die dame die vandaag met mij is komen chillen. Ik bedoel, sheer. Check er. Mooie krullen. Mooie glimlach. Je Zie je? Wat je moet zeggen. Berust op waarheid. Okay. <laughs> maar misschien het belangrijkste uit haar pakket: deze dame is voorzien van een grote dosis humor. Samantha, welkom in Gillies Samantha. Loveline. Samantha, welkom ja, in Gillies Loveline. Sam is beter. Dankjewel. Welkom. Maar yes. ik zei je voordat de camera aanging waarom ik eigenlijk problemen ermee heb. Want ja. er is een Samantha ja, die ja. in 1999 met mijn hart heeft gedaan. Maar weet je dat ik dat heel vaak hoor? Oh, dat Samantha. Het zijn altijd... die Samantha's ja, hè? Mannen hebben trauma's aan Samantha's. Ben je Noem. er ook zo één Samantha? Ik denk het niet. Ik denk, ik ben wel intens. Misschien moet wel. ik die exen gaan spreken hier. Nee hoor, <laughs> is niet nodig. Ik heb Samantha uitgenodigd ja. om te praten over de liefde. Ja. En uh, Samantha. Mm, Actrice, presentatrice, comedian, influencer. hele hoop labels. Hele hoop. Maar ik zeg vooral, een tof wijf. Oh, dat, maar kijk, dat Tens vind ik Tenzij je dat aanstootgevend vindt. Nee, vind ik helemaal het einde. Ik zeg vooral, tof wijf. Nou, dat vind ik leuk. Echt waar. Zo ervaar ik dat ik zie dat ik, ik zie wie jij bent. Oké, okay, dat, he? dat, dat, Het is dan wel dat, social media en beelddingen. Uh, uh, maar toch zie ik er doorheen. I, I read between the lines. Maar vind jij dat ik uh, heel anders overkom op social media dan... In het echt? Ik, je geeft me nog iets meer minuten om uh, dat oordeel <laughs> te maken, maar tot nu toe nee. Nee, want ik probeer nee. juist heel erg gewoon uh, daarvan af te stappen, snap je? Dus ah. ik heb nooit de uh, ambitie gehad om mezelf heel anders voor te doen op social media dan dat ik ben. Ja. Want dat is heel moeilijk. Ik zie dat ook aan mensen uit het vak: dat ik denk, je probeert echt een soort van. Energie hoog te houden, mm -hmm. die niet natuurlijk is. Jij, maar jij bent dan ook actrice. Ja. Dus het lijkt me ook een uitdaging, inderdaad, om sowieso ja. met die emoties uh, te kunnen spelen. Ja. En laat staan een image. Ja, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik ben ja? moe hè. Dus, ja. <laughs> ik ben ja, veel te moe daarvoor, dat doe ik niet. Nou, waar ik mezelf dan props uh, uh, voor wil geven, en dat is combinatie met die mensen die hier komen zitten. Ik ja. probeer dan in te schatten van uh, ik denk dat daar een klik gaat zijn. Ja. En, en dat ik met deze persoon. Uh, mijn doel kan behalen en dat is elke aflevering weer de liefde beter proberen te doorgronden ja. via jouw verhaal, via mijn verhaal, onze ja. ervaring en onze kijk op dingen. Uh, en ik denk dat dat gaat lukken. We gaan even misschien samenvatten aan het ja. eind of dat daadwerkelijk is Laten gelukt. Misschien krijgen we ruzie, gaan we hier weg. Samantha, <laughs> uit 1999. <lacht> <lacht> nee, dat ben jij niet. Ben je, ze heeft echt met me gedaan, merk ik. Ja? Ja. Maar Samantha's zijn intens, ja? Ja, ja, ja. Ik ben Ook wel intens. Ben je intens? Ja, ja, ja. Over mij wordt gezegd dat ik ook intens ben. Maar dat geloof ik wel. Is, is dat, ja, oh, dat een bent... good thing? Nou ja, ik vind van wel. Ja? Uh, ja. Zolang het niet richting toxic gaat, denk ik. Want het is een randje, hè? Ja, randje, <laughs> mensen, ik. mensen kunnen het ervaren als een randje toxic. Maar ben je toxic of niet? Zo, hoe zou je jezelf omschrijven? Intens. Intens, dus, dus nadat ik het mensen hoor zeggen, ga ik nadenken. Denk ik van, oh, ik kan me voorstellen dat je dat zo ervaart. Maar waarom? Waarom ben je intens? passievol als een motherfucker. Dat ik heb zeg ik ook. wat ik denk. Ja, ik ik ben niet binnie, binnie, dus ik ga yeah. er niet omheen. Ik zeg je precies wat up. Yeah, yeah, uh, yeah, en yeah. ik heb ook een het van, luister, dit ben ik. Yeah. Ik ben voor jou of niet voor jou. Heel yeah. simpel. Yeah. Oh, da uh, yeah. da 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 dat houdt het toch simpel? Dat houdt het heel simpel. En, en ik ben yeah. niet beledigd als uh, ik blijk niet voor jou te zijn. <laughs> en ik voel uh, me niet erg gecomplimenteerd als ik wel, van je, uh, uh, yeah. wel voor je blijk te zijn. Maar ik ben wie ik ben. Ja, dat dat is same. Zin. Shame. Ja, dat heb ik ook. Maar ja? twee intense motherfuckers bij elkaar dan. Luister. Heb je dat wel eens ervaren? Ja, maar kijk, dat gaat niet goed. Nee, dat niet, nee, hè? Nee, dat gaat niet goed. Voor de balans. Nee, kijk, ik denk wel dat het vuurwerk is. En, uh, maar ik denk wel dat eentje altijd iets minder. Ik denk dat jij en ik, dat wordt echt. Uh... Nee? Nee. Dan kunnen we gelijk stoppen Okaan eigenlijk de met de wat buur. we oh, aan het doen zijn. Ja, hey, Snap je? Maar dat is toch goed? Ja, dat is goed. Maar ik denk ook dat het heel snel toxic kan worden, hoor. Oké, okay, zomaar wil je met me denk... vechten, hier. Ah, ja. <laughs> <laughs> Ik zie je zo doen. Je had het net al over beuken. Nee. Hé, hey, maar daar lijkt het Dus <laughs> voorzichtig, voorzichtig. voor ga pas, Nee, ik vind altijd als mensen zeggen... je bent intens of anders. En dan denk ik altijd... Ik denk dat... Als ik mezelf zeg maar moet omschrijven, denk ik dat... Dat je leven niet meer hetzelfde is Als je... nadat je me hebt leren kennen. Dus oh. dat is, nee, maar dat is niet uh, bragging. Nee, of nee, zo. Nee, Het nee, is nee. gewoon meer van. Dat is niet voor de good of voor de bad, maar nee, dat is gewoon een ik ben, feit. Ik ben er, ik ben er geweest. Dat, ja. dat is, dat... Ah, goeie. Ja, want ik ben wel, ik vind alles wat ik doe, doe ik met passie. En mm -hmm. dat is inderdaad niet voor iedereen. Uh, maar ik heb echt super goede, pure intenties. En je leven is gewoon niet meer hetzelfde daarna vind ik. Kijk, dat vind ik een mooie, want dat is heel die tori. Ik heb, ik heb ook pure intenties. Ja, en dat is schaars, hè, deze dagen. Ik ben hè? blij dat je het zegt, want ik ja. wilde dat erachteraan gooien. Dat mm. is zeldzaam, blijkt. Ja, want niet iedereen komt vanuit... Uh, vaak is het, en dat is wel begrijpelijk, is het vanuit egoïstische redenen meer ja. dan ik en ik en mm. ik. Maar als ik met jou rol, ja. als lover of als vriend, of zelfs als familielid. Ja. Uh, ik zeg je eerlijk, en dat is ook niet brekkendoosjes, doosjes, maar uh, je hebt echt veel aan mij uh, als ik in je leven ben. Dat vind ik dus zo so don't play with me, want ik scoot ook snel. <laughs> ik, als ik klaar ben, ben ik klaar. Dus Toch? gewoon klaar. Okay. Ik ben supersnel gehurt ook. Hè? Echt waar? Je gevoel Ja, omdat ik zoiets heb van. Ik kom met pure intenties. Dus ja. als ik dat zeg maar dan niet um, uh, terugkrijg. Je hoeft niet alles voor mij te doen. Ja. Maar je moet wel bewegen vanuit. Goede intenties. En als ik het idee heb van je nakt me, mm -hmm. dan kan ik niet meer terug. Maar, advocaat van de duivel, uh, wat betreft ons, ja. uh, uh, je kan niet verwachten dat mensen in elkaar zitten zoals jij in elkaar nee, zit. En daar ben ik nu heel erg mee. Op mijn 35ste ja. ben ik daar heel erg nu. Mezelf in aan het coachen. En kom ik er echt achter dat mijn verwachtingen. heel hoog liggen mm -hmm. um, uh, qua vriendschappen. gewoon als mensen in mijn leven zijn. Ik heb gewoon hoge verwachtingen. omdat ik ook heel veel. Geef. En ik ben iemand, ik ben blij met een paardenbloem, hè? die ondergepiste paardenbloem, ergens van een stoepje. Ik krijg jeuk, want ik heb hooikoorts. Ja. <laughs> maar kijk, daar ah. ben ik blij mee. Maar je intenties moeten puur zijn. Ik hoef geen spullen, ik hoef geen dit. Ik ja. wil gewoon zien dat, dat je gewoon real bent. En als mm -hmm. ik het idee heb dat dat niet zo is. Ik kan niet. Ik kan het gewoon niet. Ik kan ook niet terug. Ik kan niet terug naar hoe ik was, want ik kom altijd. Juist. Dus als je, je al door? hebt gegeven ja. en je raakt teleurgesteld. dan kan ik niet meer. Nee. nee. Uh, maar dat is ook een dingetje. Dat hè? is heftig. Als we lang blijven doorpraten. weet mm. je wat misschien naar boven komt? Mm. Dat we misschien wel uh, lichtelijk. want ik praat over want ik zie veel vergelijkenissen tot nu toe. Ja, ja, ja. dat het misschien wel richting toxic gaat. Ik weet het niet. Ja. Uh, wij. Ik zit op het randje. Oh ja ja, 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 ja. denk ik. Zie je? Want ik heb dat dus ontdekt tijdens deze show. Dan als dat ik me je toxic bent? dat het. Uh, ik dacht dat ik helemaal niet toxic was, maar dat het best wel naar die kant leunt af en toe. Nee, Al is het de denkwijze. Dat, ik denk dat uh, lat heel hoog ligt voor mensen en dat het daardoor een beetje toxic wordt. Omdat mensen misschien het idee hebben dat ze een beetje verdrinken of zo. Oké. Okay. Denk je? Ik weet het niet. Ik vind mezelf niet toxic, maar ik kan me <laughs> voorstellen dat, dat het misschien wel op het randje zit of zo. Wat ja. ik vind, ik kom in je leven, ik geef duizend procent. Maar als, als je niet, niet moeft hoe ik dat... Wil, dan ben ik ook weer weg. Weet je wat ik hier probeer te doen, is niet dat we klinken van zo die zitten zichzelf echt complimentjes te geven. <laughs> maar ik zie aan jou, want ik ben er ook heilig van overtuigd. Ja? Ik ben echt een fucking asset. Yep. Ja. Ik ben de blessing, is wat ik altijd zei. <laughs> en, 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 maar maar, maar, maar ik, ik heb dus gerealiseerd: luister, uh, mensen uh, hoeven niet te denken als jou. Hoeven dingen niet te verwerken als jou, hoeven ja. dingen niet te brengen als jou. En het is zonde: want jij zei: als ik klaar ben, ben ik klaar. Mm. Maar misschien hebben we nog niet genoeg iemand een kans gegeven. Om te kunnen zien wat wij willen zien. Alleen wordt het anders vertaald. Alleen we hebben het geen kans gegeven. We hebben al conclusie getrokken. Maar hey, fuck that shit. You yeah. don't care enough. Maar of ben, you don't give enough. Ik ben me ervan bewust dat dat, dat, dat niet oké okay is. Dat, ik, dat dat mijn valkuil is. Dat ik, dat ik uh, denk dat. Nou, dacht, want nu weet ik het wel. Dat iedereen. Um, ja, inderdaad, hetzelfde is of dat mensen begrijpen hoe het hoort. Dat mensen hoe het zelf... hoort volgens jou? Ja, dus, maar dat klopt dus helemaal. Niet. Dus dezelfde normen en waarden. En ja, ik weet niet. Ik vind gewoon uh, dat best wel moeilijk of zo. Ik ben, ik ben daar wel echt mee aan het uh, vechten. Ja, ja. Want ik denk van, is ja. dit toevallig het moment, fase in je leven dat je daarmee bezig houdt? Ja. Okay, okay, Heel okay. toevallig. Mijn, ja. mijn, mijn vriendinnen en zo die. Die uh, sturen mij ook memes en zo, met die teksten. Oh, van... Okay. Ze niet hetzelfde in. <laughs> weet je, dus ik ben heel erg daar nu, ja. daar nu mee aan het vechten, ja. Dat mm -hmm. ik, het daalt, maar ik moet echt nog daarmee, uh, daarmee aan de slag. Hé, hey, en wanneer vrouwen zo samenkomen, hè, want mm. je hebt het over vriendinnen. Ja. Yeah. Uh, uh, kunnen jullie dan ook real met elkaar praten? Er zin van, hé, hey, Samantha. Ja. Mm. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, yeah. af en toe ben je wel onredelijk hoor. <laughs> ja. <laughs> Neem een slokje. Take your time. Dit is real talk hier. <laughs> yeah. Real lobby talk. Ik doe met je mee. Nee, in mijn omgeving wel. Dat vind ik echt uh, heel belangrijk. Dat je uh, elkaar gewoon een spiegel kan voorhouden. En mm -hmm. Ik ben zelf heel erg recht door zee. Dus ik waardeer het heel erg als mensen dat ook bij mij doen. Mm -hmm. Ik hou niet van mensen die eromheen lullen. Dat vind ik zo vreselijk. Okay. Ook als mensen iets van je willen. Ja. Yeah. Uh, uh, daarom zei ik hé, hey, je bent charmant hè want je kwam met je bent leuk en ik wil dit en dit en dit van je En dan zeg ik ja maar ik hou niet van ja kijk oh ja ik ja, ik, ik, ik studie je? ik stuur oh. jou ik zeg Samantha, jij bent doop. Ja. en jij zei tegen mij ik heb de rest niet eens gelezen ik dat ja. was genoeg in <laughs> ik in know, podcast heb ik je... is goed ik hele tekst <laughs> je bent doop. you got me nee maar je hebt gewoon letterlijk gezegd je je dope nee en ik, ik denk, zeg precies wat snap je ja. ja precies Want en... ik heb het net al hier gezegd en ik denk van ja. dat dit leuk kan zijn maar dat is letterlijk niet uh, askissing en uh, lang eromheen praten. We. We ik heb niet ik, veel ik, tijd. Ik, ik, ga, ik ga niet askissen, dat nee, zit niet in mijn niet. Maar zeg gewoon wat je wil. Ja. Wil jij drie donnies? Dan, dan geef ik jou drie donnies. Als jij mij dat vraagt. ik wil drie donnies. Ja, is goed. Ik ook. Oh. <laughs> nee. Maar inderdaad, stel je voor dat jij echt iets van mij nodig ja. hebt, dan vraag het me gewoon. Zeg gewoon straight hoe het zit. Ik hou okay. niet van eromheen lullen. Dus in mijn vriendschappen. Wat is je sterrenbeeld? Ik ben leeuw. Ah, ja. Zo jij? ziet er ook uit bij yeah. de ja. week. Ja. Ja. Ik ben een ram. Oh. Uh, oh. En ik hecht niet he heel veel waarde aan die dingen, maar ik moet ik je zeggen, sinds erg. ik deze show doe, ja. voel ik me wel, uh, voel ik het om het te vragen, ja. want ja? ik zie dat het toch best wel iets zegt over iemand. Het Heb ik hier heel geleerd hè? He? Want ik had er helemaal niets veel. mee. Ik zeg, kijk naar de persoon. Nee, het is... Edder, nee, ja. ja. Ram is echt... Ja, die zijn heel gepassioneerd. Ja, maar, maar leeuw maar dan? Oh. Yeah. Maar jullie zijn iets driftiger of zo, hè? Is Rammen zo? zijn ik iets driftiger. Ik leer mij. Nee. Oké. Okay. Ja, driftiger, hè? Zijn... No? Ja, alles moet wel een beetje op jullie manier. En, uh, <laughs> jullie zijn uh, onvermoeibaar en heel gepassioneerd. Ah, en, uh, okay. Mijn zoon is een ram. En ik merk ah, het nu al. Hij, hij okay. wordt twee. Maar ze zijn wel puur. Heel en loyaal. Real, en, ja. En misschien daarom zo maar intens. Maar ook snel verveeld. Dat zeggen ze. Ja. Ik weet niet of je dat zo moet vertalen. Oh. Uh, want, I, I, dit, misschien is dat ja. het van de buitenkant. Ja. Ik zeg, wij verwachten dingen. En als dat het niet is, dan is het van Isabsan laat dan maar zitten. Oh, dus eigenlijk wat ik zei. Wat je, ja, jij wat je net omschreef. Ja. Maar leeuwen hebben dat ook wel hoor. Oké. Okay. Maar wij willen vooral heel erg geadoreerd uh, worden. Je wil geadoreerd worden. Ja, het hele leven bestaat een beetje uit applaus. En ik wil een vrouw kunnen adoreren, ja, anders dus kan eigenlijk, ik niet met de gang. Eigenlijk. Toch nog? Ja, want mijn dochter is vissen bijvoorbeeld en mijn zoon is Ram. Hmm. En ik merk dat, uh, dat ik heb met mijn dochter echt moeten leren omgaan. Want ik ben heel van, we gaan niet janken en dat soort <laughs> ja? dingen. Je mag janken, ja? huh? maar niet om. Domme shit. Snap je? We gaan. Uh, <laughs> zij is heel. Zij is veel gevoeliger. En ik ben echt een beuker. Snap je? Ik mm -hmm. denk. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ga het gewoon proberen. En zij is heel. Meer voorzichtig. En dit. En mijn zoon en ik zijn op hetzelfde level. Oh, ja, je weet toch? Betreft, Ik ben lachen. zo trots ook. Als ik hem <laughs> zie. Beuken en gaan. Zijn kop stoten. Gewoon doorgaan. Je uh -huh. weet dat dat is. Dat, dat is meer. Ik hou echt van Gepassioneerde. Okay. Heftige mensen. Dus bij mijn dochter heb ik dat echt moeten leren. Hey, maar even random, maar niet zo random. Volgens mij is het echt leuk ruzie met jou maken, of niet als partner? Ik heb gehoord dat, dat je echt kan lachen met mij als ik. Uh... Oh, lachen. Ja, dat, okay. dat ik. Uh... Dat ik verbaal echt met, met dingen kom maar dat gewoon eigenlijk heel grappig Tijdens is Tijdens ruzie? Ja. Oh, dus dat grappige ja. zit ook uh, sowieso in wanneer er ruzie Blijkt. wordt gemaakt. Blijkt. Okay. dat als ik ook daarna met vriendinnen bespreek of zo. Of ik lees ze terug, denk ik. Mm -hmm. Oh, dat is eigenlijk best wel funny. Je leest ze terug. Oh, je zit in DM's. Uh, als, ik, in berichten... okay, als ik bijvoorbeeld ruzie op de app uh, heb of <laughs> ja, zo. En ik lees ze terug. Of als ik <laughs> iets uitleg dat ik niet leuk vind. Ja. Dus um, laatst zei ik uh, dat ik... Volgens mij was dat... Dat ik, dat ik niet veel had verwacht, maar dat ik in ieder geval een ondergepiste paardenbloem... Uh... Ja, dat zei je net. Ja, dat ik, dat ik dat wel fijn had gevonden. Oh, dat had je, dat had je gestuurd naar uh, ja. die keel? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Hey, als je met dat zut, dan krijg je ondergepiste paardenbloemen. Nee, nu, maar ik bedoel, zo geregeld, okay, maar in... met mijn hooie koorts aan op. <laughs> Alsjeblieft. Hier ook. Maar ik bedoel, ondergepiste paardenbloemen is gewoon een ding om te laten zien: van... I yeah. don't care what it is. Het gaat erom dat je de, Het gebaar, de attentie hebt. Dat, dat je, je aan, aan maar mij hebt gedacht. Ja. Je weet toch? Dat, ik kom dan dan door... moet je met de ram gaan, even tussendoor. Dan moet je ja, met de ram zien. Mijn shit. zoon dat weet is, precies wat hij doen. Dat is vanzelfsprekend bij ons. Ja, hij pakt mij ook zo. Hij weet precies. Oh ja? Hij weet precies wat hij moet doen, hè? Als ik hem ophaal van de kristen, pakt hij me zo bij mijn gezicht. Zo. En laatste over ah, ram, gekoppeld aan vrouwen dan. Weet je wat dat gebeurt bij veel vrouwen? Achteraf kunnen ze dat waarderen. Oh, ja, maar op van, dat moment oh, niet. En ja. Dan, ja, maar dan, ram zijnde van, leuk voor je. Maar hoe gaat dat dan? Is het dan dat vrouwen niet waarderen wat je doet of zo? Vra, vra, uh, <laughs> ik moet maar oppassen in... wat ik zeg. Ja. Uh, 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 waarom oppassen? Aan uh, oké, okay, natuurlijk. Ik zeg wat ik wil, uh, vooral als je ziet ja. elke aflevering. Alleen ik wil beter praten. Uh, minder negatief. Okay. Dat is waar ik nu ben. Ja. Ik wil wat positiever praten. Oké, okay, maar wat zijn je ervaringen dan in de liefde? Van hoe ben jij en Vrouwen daar? zijn best wel egoïstisch. Vind je? Ja. En niet met hun kinderen en zo, mm -hmm. maar tegenover partner. En ja? daar zijn ze egoïstisch. Waarom dan? Beginnen met uh, dat ze denken dat uh, de wereld om hun draait. Oh. Uh, dat, uh, yeah. En dan vooral jullie wereld. Dat yeah. uh, is cool. Yeah. Uh, uh, als je de moeite waard bent, ben, yeah. dan ben ik bereid uh, in die flow mee te gaan, want ik wil ook dat je mijn wereld bent. Mm. Tot op zekere hoogte. Ja, het moet Isabi. ook zo blijven. Maar uh, dat is dus wat ik bedoel. Al die dingen die je net omschrijft. Ik wil een gebaar zien. Ik wil zien, weet je, die effort. Uh, uh, dat vind ik mooi. Ja. Yeah. Uh, maar wanneer het het is, herken je het dan ook. Wanneer het daadwerkelijk daar is. Wanneer yeah. iemand zo is. Ja. Yeah. Uh, en ik heb vaak gezien dat het pas achteraf komt van... Hé, hey, wauw. Ik, ja, maar dan is... Dus wanneer yeah. het klaar is. Yeah. Je gaat ook geen antwoord krijgen. <laughs> In, got time. Ex is exit. En, weg. en verder, ja toch? <laughs> ja. Beter voor jou, beter voor mij. Zoveel mensen op deze aarde en wat ik altijd zeg. Mm. Uh, kijk, ik ik, ik ik heel persoonlijk, uh, maar ik bid ja. dagelijks. Mm. En in die prayer zeg ik dan soms: Gado, uh, hou mensen bij me weg die niet hier horen te zijn. Yeah. En breng mensen op mijn pad uh, uh, die een blessing kunnen zijn in mijn leven. En dan mm. geef ik die blessing terug. Als dat mijn prayer is. Ja dan moet ik toch niet gaan djoegoe djoegoe naar... hé, hey, waarom? Nee. You're gone, you're gone. Ja. Want dat is wat ik heb gevraagd. Maar ik heb aan, aan die de andere die, kant zeg ah, jij net tegen mij... ja, maar je moet mensen wel eigenlijk ook een kans ja, geven. Dus, eh, dus eh, daar ben ik toch? Eh, ja, okay, daar had dus ik we het zitten ook, in dezelfde strongel. Dus, 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 dus ik, ben ook, ik ben daar ook mee bezig, okay, inderdaad, okay. ja. Maar ja. tegelijkertijd herinner ik mezelf... je vraagt iets aan ja. die uh, grote man of vrouw. Ja. En nu gebeurt het en you're gonna question it. Nee man, doei, peace. Dat is misschien dus waarom je ja. hebt gevraagd. Jij ja. vraagt, haal die weer de mensen uit mijn leven. Ja. He's fixing it for you. Maar het kan ook dat er mensen in je leven zijn, zodat je wat van ze kan leren. Om, de, om, ja, om een les eruit te trekken of te vechten voor iets. Of... Ik ga wat doen. Ik wil niet overgren, over, over... Ik kan eens uitspreken, ja. omdat ik het niet ben. Ja. Grensoverschrijdend zijn. Ja. Maar je hebt een wimper hier. Oh, oh. En misschien brengt het me geluk, dus ik zet nou, het Hij snapt, dus uh, ik hij snapt. Oké, dat gaan nu weg. Oké, okay, nee, ik heb hem weggooid. Maar goed, hij is ik voel me weer goed. Hij is uit je gezicht. <laughs> Oké, okay, dat. Nee, dus dat. Ja, leuk. Yes. Uh, ik wil je beter leren kennen en dat gebeurt al mm. in wat we hier doen. Mm -hmm. Want ik krijg een beter beeld van jou. Hè, we gaan diep We gaan I love it. Precies, <laughs> precies. I love it. Uh, uh, want dat is mijn doel, hè? de liefde beter doorgronden door middel van gesprekken. Ja. En ik leer ook elke aflevering weer, uh, niet alleen over mezelf, maar ook van anderen. Ik krijg een beter beeld. Ik hoop ook dat dat het effect is voor jou die aan het kijken is. Ik poog het in ieder geval. Ik wil jou nog beter leren kennen. Uh, ja. En dan gaan we misschien niet zo diep. Ja. Maar juist de luchtige dingen okay. geven mij een beeld met wie ik te maken heb. Okay. En dat heeft te maken met de kronkel in mijn hoofd <laughs> en de manier van denken. Uh, dus ik wil je een paar vragen stellen. Oké, okay, cool. Uh, en kijken of ik een beter beeld over jou kan krijgen, Cementa. Uh, om te beginnen. Uh, en laten we bescheidenheid aan de zijkant zetten. Wat vind jij zelf het aantrekkelijkst aan jezelf? En dat kan zijn persoonlijkheid, lichaamteel, whatever. Wat vind jij het aantrekkelijkst aan jezelf? Uh, ik denk dat ik wel het meest zelfverzekerd ben over mijn persoonlijkheid. Ja? Ja, ja. Hoe omschrijf je jouw persoonlijkheid? Uh, nou, ik ben heel puur, uh, vind ik. En wat ik zeg, ik move met pure intenties. Mm -hmm. um, ik, ben, uh, ik word ze ze steeds zelfverzekerder hoe ouder, hoe ouder ik word. Hoe zelfverzekerder ik ben over uh, mijn persoonlijkheid, zeg maar. Oh, dat is tof. Ik... Dat is leuk voor jou. Ja, dat ik denk, er is een hoop mis. Want het kan ook andersom gaan, hè? Hoe ouder je wordt, dat je denkt van... Oh, dat je jezelf minder begint te vinden. Of de... Situatie waarin je zit dat je denkt, wou dat ik hier ik was. Ik denk dat ik juist, kijk, ik ben altijd ontevreden. Ik vind mezelf altijd te dik en, 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 en een hoop, vind ik. Alleen, ik merk dat hoe ouder ik word, uh, hoe meer dat, hoe meer ik tevreden raak of zo. Dat ik denk van. Ik heb ah, twee kinderen. Ik ben 35. Ik ben ik nog grateful. elke dag op dieet. Maar ja. ik ben wel. Dat ik denk van ja, ik ben wel inderdaad gewoon een tof wijf. Ik vind mezelf wel gewoon een leuk Zeker. wijf. Uh -huh. En ik ben heel gepassioneerd. Ik werk fucking hard. Ja. Ik uh, probeer de allerbeste moeder te zijn die er is. Uh -huh. uh, en ik verdiep mezelf en verbreed mezelf gewoon continu. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk wel dat ik de laatste. Tijd dat ik denk van ja man. Ik ben echt niet uh, ontevreden over wie ik ben eigenlijk. Mooi. Ja. En het is je gegund. Nou, maar het is niet, van, is niet vanzelfsprekend om nee, daar te zijn. Nee, het is Vooral ben in ben de... deze tijd waarin we oh. leven, iedereen wordt mentaal getest. Maar misschien daarom, misschien omdat, het, omdat we mentaal zo getest worden en alles een soort van fake is, dat ik juist heel erg getriggerd raak om juist gewoon heel real te zijn en me niet anders voor te hoeven doen en mezelf gewoon te accepteren voor wie ik ben. Het is echt een journey, mm -hmm. heftig. En ik ben er ook wel uh, spiritueel heftig doorheen gegaan. Alleen, uh, ja, ik, ja, het werpt wel zijn vruchten af. Uh, ja, voor mij. Laat me één ding zeggen. Of twee dingen, of misschien drie. Ja. Uh, je hebt meerdere dingen die je aantrekkelijk maken. Mm. Maar ik ben het met je eens That's als je zegt dat je persoonlijkheid het aantrekkelijkst is. Dat is echt lief. Ja, nee, ja. ik ben dus het met je eens. Dus eigenlijk ineens. ben ik op like smiegel maar ik heb wel goede persoonlijkheid. Niemand die dat zegt, behalve <laughs> jij. Je moet maar even terugkijken, ga je zien wat ik daadwerkelijk zei. Ja, ik ja, ja? weet het. Ik nee, eh tof vijf ja, en jij zo lief. en dat vind jij ook over jezelf ja ik vind mezelf wel leuk 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 leuk, 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 ja, leuk. ja ja tof. ik denk uh, ik ben best wel een aan nee vooral in deze tijd weet je je kan een beetje onzeker worden mm -hmm. dingen komen naar boven zomaar mm -hmm. omdat ja we worden getest nogmaals ja, hele onzekerheden en dat jij dan nu op een plek bent dat je mm -hmm. zegt van hé, hey, nee ik ben een toffe chick man, ja, man. kappen nou mm -hmm. dat in ieder geval yeah, dat yeah. is leuk dat is ja, leuk ja daar, daar leuk. ben ik ook heel 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 blij mee en, en daar werk je ook aan ja heel hard mm -hmm. heel hard maar dat want ik... je zegt, je verdiept je in dingen, verdiep je ook in jezelf. Ja, nou, dat dus heel erg. En ja. daardoor kom ik er gewoon heel erg achter wat mijn valkuilen zijn: uh, dat ik niet perfect ben en dat ik dat ook niet hoef te zijn. En dat het ook niet erg is om aan te geven dat je het af en toe gewoon niet weet. En, uh, en dat ik gewoon fouten maak. Mm -hmm. En ja, maar of het echt fouten zijn? Kijk, wat, wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik naar mezelf kan kijken in de spiegel en kan denken. Nee, dat ik mezelf kan blijven aankijken. Van ik, ja. ik doe gewoon geen uh, kwaad. Dat, dat wil ik gewoon niet. En ik ben niet de, het liefste mens ever. Maar ik ben wel gewoon... Uh, ja, ik hou er niet van om mensen te kwetsen. Uh, of, uh, of dingen over mensen hun rug te doen. Dus alles wat ik doe, is in mijn hoofd gewoon real. Uh, en daardoor kan ik gewoon mezelf aankijken. En dat vind ik belangrijk. Ik wil niet steeds zeggen, ik heb dat ook, ik heb dat ook, maar ja. ik heb dat nou eenmaal ook. Je vertrekt vanuit pure intentie. Ja. En dus fuck dan kan nu voor niet de rest. Ja, ja, dat, weet ja. Je? ja, dat is belangrijk. want ja. ik wil ook geen slecht mens zijn. Maar je wil mensen gewoon geen... Ik wil nooit mensen pijn doen. Je wil, wil nooit ik iemand kwetsen. Hè? Nooit. En dan gebeurt dat per ongeluk. Het was in ieder geval niet... Niet zo bedoeling. bedoeld. Ja, precies. En ik vind het ook niet erg om mijn excuses aan te bieden. En daarom maakte ik net de opmerking dat ja, ik zeg wat ik zeg en ik houd er hier. Maar ik probeer wel te, uh, te letten op wat ik zeg. Want ik ja. wil niet dat iemand gekwetst wordt zonder nee. dat ik het bedoel. Ja. Als ja. ik gekwetst moet het mijn bedoeling zijn. Dan doe ik het goed. Was ja precies ik kijk bedoeling. als ik je ga kwetsen dan ga ik ook echt mijn best doen Snap je? Ja, met passie met passie en pure intentie precies. om je te kwetsen Zelf, dat is puur <laughs> ja oké okay. nou mooi uh, is je persoonlijkheid ja. uh, met welke Samantha move Score jij altijd? Of dat nou is op een date of in een chat. Jij weet van hiermee score ik. Misschien is dat van hey als ik zo ga zetten ik zet mijn bil zo en dan trek ik zo'n hoofd erbij. Of als ik dit erin gooi je persoonlijkheid. Waarmee score jij altijd als het gaat om man-vrouw? Ah. Waarvan jij weet van hiermee score ik? Uh, ik denk met humor. Humor toch? Hè? Ja. Dat dat. Ik merk dat mannen altijd heel erg verbaasd zijn van. Wow. <laughs> uh, je bent wel gevat. Je bent wel. Uh, Oké. Okay. En uh, ja, heel cliché, maar gewoon echt jezelf zijn. Maar gewoon. ik kan me voorstellen dat, er dan, dat jij dan ook behoefte hebt aan een soort type man. Aangezien je vertrekt vanuit persoonlijkheid ja. en humor. Uh, ik heb wel iemand nodig die een beetje snel is, weet je. Okay. Een beetje, uh... Want kom je met al je gevatnis en die nee, don't get it? Nee, absoluut Sit niet. Zit je daar? Die mond zet ik ook heel zet... vaak in. Oh yeah? ja? <laughs> ik heb gehoord dat die mond ook uh, wel yeah? werkt. Wat doe, je ja. dan? Wat doe je dan met die mond? Nee, niks bijzonders. Maar ik, ik, ik hoor dat... dat. Wat dat... is het onbijzondere dat je doet met je mond dan? Nou, niets. Maar ik, nou ja, ik weet het niet. Ja, weet ik veel. Ik hoor dat dat wel... Nu en... ben ik gefocust dat op je mond. Man... Ja, dat is iets waar mannen vaak over praten bij yeah. mij, over ah. Mond, ja. Is a beautiful thing. Dus die is... Ja, nee, ik vind van wel. Dus die zet ik wel in dan. Oké. Okay. goed klos. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar um, uh, ik val op hele zelfverzekerde mannen. Oké. Okay. Uh, niet kokkie, maar wel. Um, altijd bijzonder dat mensen de behoefte hebben om dat erachteraan te zetten. Hè? Dus ja, zelfverzekerd, omdat ik... niet kokkie, nee, maar, maar kijk, het is heel wat anders, zelfverzekerd. Ja, precies, want, ja. want het kan heel snel over het randje gaan. Dus als iemand de hele dag aan mij vertelt hoe geweldig hij is en dit en dat, dat vind ik gewoon smerig. Ik vind maar... dat niet zelfverzekerd. Nee, dat, ik dat vind is dat gewoon sterker nog, ik vind dat onzeker. Ja, denk je? Ja, ik doe dit en ik doe dat en geweldig. Kijk, als je met passie over je shit praat, is dat ja. anders. Maar als je ziet, er zit een patroon in. Deze keel praat de hele dag over zichzelf. Ja, wel gelukkig. Maar ik bedoel meer van... Nee, een vrouw, sorry. Wat zei je? <laughs> ja, nee, nee, nee. Je zei iets. Ik zei dat ik een... Uh... Nou, zie je, nu ben ik van acropo. <laughs> nee, een keel die zelfverzekerd, die zelfverzekerd is. is. Maar ik bedoel dus zelfverzekerd als in... Ik doe natuurlijk wel bepaald werk... Oh, uh, ik heb een bepaald okay. soort ik ben best wel open ik ben altijd heel ik zeg wat ik denk en dat kan af en toe kan het een beetje schuin en zo zijn mm -hmm. uh, mm, ik vind het hij uh, moet daarmee om kunnen gaan uh, ja ik wil niet iemand die tegen mij zegt uh, wel iemand die zegt van oké okay, even iets minder of dat had je niet hoeven doen dat had je niet hoeven zeggen dan praten we erover maar niet iemand die onzeker wordt van het feit dat ik bijvoorbeeld uh, ja ouder ben, snap je? Dat ik ben, ik kan best wel grof zijn en ik kan best wel uh, grenzeloos zijn. En ik vind het gewoon sexy als een man uh, gewoon zoiets heeft van ja, maar dat is gewoon mijn vrouw. En, en, en mij gewoon volledig vertrouwt daarin. Oké. Okay, okay. Want ik ben echt heel loyaal, hè? Oké. Okay. Ja, echt heel loyaal. En ik vind het sexy als iemand bij zichzelf denkt van. Uh, als we het bijvoorbeeld hebben over seksscènes of zo, mm -hmm. ik ben gewoon actrice. Ja. Um, ja, als je daar als man zeg maar mee kan omgaan, ondanks dat je het niet leuk vindt om terug te zien, ja. Waarom doe je dit? En ik luister naar je. Ondanks dat je het niet leuk vindt om terug te zien, ja. dat jij wel bij jezelf kan denken: dit is mijn vrouw. Ze is professioneel. Je ja. krijgt het helemaal heet, hè? Nee, nee, nee. Want dit is niks voor jou, hè? Nee, nee, ik zie ik het al. het nee, helemaal niet. Helemaal Ze is niet. professioneel. Ja. En dit is gewoon wat zij doet. Ja. <laughs> nee, ik moet lachen omdat je zomaar hier in je hoofd zit te zetten. Nee, ik luister naar je verhaal. Ja. Nee, nee, ik vind, ik vind het doop inderdaad. Uh, uh, dit is wat mijn vrouw doet. Dit is ja. haar passie. En, ja. ik sta achter en ik ben gewoon trots. Ja. Haar. En het zit hem hierin, in alles. Jij bent ja. dan actrice, maar het zit hem in alles. Ja. Dat jij weet van. Zij is loyaal, mm -hmm. ik ben van haar, ik ben van, uh, zij is van mij. Yeah. Wij hebben een bond en niet storen daarmee. Maar Doe niet je ding. partner klein houden omdat jij bang bent... dat, dat nee. diegene mm. uh, uh, losgaat of andere dingen doet. Dan moet je kijken naar je relatie of naar jezelf. Juist. En ik vind dat als wij in een relatie zitten en, een, en we zijn cool... dan moet je kunnen denken van oké, okay, die Becky op beeld niet zo leuk... maar dit is mijn vrouw, dit is haar werk en ze doet het met respect... Heavy. Ja, je het zo, die, wat zou je dan zeggen? Nee, nou, vooral nee, hoe je het zo ja, omschreven Dit bedoel ik dus. Nee, hoe je het ik omschreed? krijg helemaal geen Bekkies op, op televisie, <laughs> jongen. Maar, maar ik bedoel, het is ja. toch een en nou, Snap ja, je? Ja, ja, ja. Nee, oké, okay, I get that part. Ja. Ja, ja, ja. ja ik, vind, ik vind dat gewoon sexy, man. Als een man gewoon... Als een man daarmee om kan gaan. Ja, Nee, ja. maar dat is goed, want dan weet je wie voor jou is en wie niet voor jou is. En iemand ja. moet dat kunnen handelen, of niet? No Ja, want no anders judgment. ga je mij klein houden. En ja. ik ben echt heel ambitieus. Want ik, dus... maar, ik zeg je eerlijk, want ik begrijp het. Maar als je tegen me zegt... Hé hey baby, luister, ik heb vandaag een bekkie om te zien. Oh. En hé hey, baby, succes, hè? Hai, dat zie ik je vanavond doen het echte werk. ja yeah. <laughs> yeah. pauw Nee, dat, dat, pauw, dat is nee, hem ook dat niet nee. bij mij, moet maar ik je, je eerlijk zeggen. Maar we kunnen het erover hebben. We ja, kunnen ja, niet. Nee, maar ga je niet. wel kijken? Uh, nee, ik ben bang dat ik me af ga trekken. Te ja. <laughs> <kijken>. <laughs> Omdat ik zo dol op je ben. <laughs> nee, nee, maar, nee. Um, ja. maar zou je ermee kunnen dealen? Uh, ik, 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 het, 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 het klonk leuk doordat je zei Becky op ja, deelt. En, en dit is dus het, die grens dus van mij. Ik ga altijd te oh, ver, oh, snap jij? Ja. 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 Het nee, nee, maar Ik kan me wel voorstellen uh, dat een man dat makkelijk kan handelen. En dat jij dat sexy vindt. Ik zie dat wel. Nou, makkelijk handelen niet, maar het moet niet, het moet niet een moet pro een probleem. Dingen worden, nee, maar dat gaat nee. niet weg in de relatie. Maar een je bent eenmaal. Weet je hoe vaak artrice. ik uh, film kussen? Laten we het over kussen en Seks is ja. wel echt uh, film kussen. Ik vind het wel gewoon aantrekkelijk als een man zoiets heeft van. Wat is film kussen? Ja, dus dat je zeg maar aan het tongen bent zonder tong. Ah. Ik heb altijd, ik weet niet wat het is, maar ik krijg altijd de rol van het vriendinnetje van, de vrouw van. Ja. Dat is altijd een beetje mijn rol als het gaat om acteren. Ja. Dus ja, er wordt wel een hoop uh, gekust, zeg maar. Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Mm, okay. Nee, nee, nee. I'm just, ja. I'm just listening. Maar ja, ik zie dat gewoon echt puur als. Werk. Ja. Ja. Er, luister, overal lampen, mensen. Mm -hmm. Het is niet sexy. Je weet toch? het is it, echt. Yeah. Ik ben bezig met. Heb ik geen onderkin? Als ik zo lig, pak ik de camera Juist. goed. Het is niet. Um, nee. Er is niks seksies aan. Tenminste, dat is wel hoe je het over wil laten komen. Het eindresultaat. Ja, precies, maar, maar het je moment bent zelf heeft niks te maken nee. met uh, of liefde, seks of aantrekkingskracht. Nee. Is work. Ja. Maar ik denk wel dat, dat je heel makkelijk op de set. Verliefd kan worden op elkaar. Dat oh, moet je wel eerlijk in. Ja, 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 omdat. Ja. Je bent zo. Kijk, het is een proces. Hè? Als je Juist. iets maakt, je zit in een soort bubbel. Ja. Dat is ook als je theater maakt. Blijf je... intiem. Je ben, je uh, we hebben het in... dan nu over een seksscène, maar dat hoeft niet eens een seksscène te zijn. Nee, maar als je, Al je gewoon. Zo'n scène waarin we huilen. En ja, shit. waarom denk je dat dansers en zo allemaal met elkaar wippen, um, mm -hmm. mensen op de set verliefd op elkaar worden? Is omdat je zit in een bubbel. Je bent iets aan het creëren samen. Uh. Je bent creatief samen. Je, de passie. Is overal, allemaal gepassioneerde mensen. Oh. Het is echt heel logisch. Net als dat er op de werkvloer. wordt er ook altijd met elkaar gewipt, hè? Maar uh, ja, vooral als het jonge mensen zijn en hippe mensen. Nou, uh, ja, vind je? Nee, dat, denk, dat, dat heb ik ook ervaren. Uh, uh, dus ja, dus dat is mijn ervaring. Wat zeg je? I wat is jouw ervaring? Dat op kantoor? Ja, op kantoor. Op de ja, redactie, maar ik heb het idee in het ook. Toilet. Direct, directeur. Ja, met... zou wel, hè? Met een uh, ondergeschikte, zeg maar. Yeah. Ja. ja, ik zie dat ook Je wel. ziet elkaar elke dag, dat is weet het, je. Je zit in een soort eigen wereldje met elkaar. Mm -hmm. Dus het is heel Maar luister, makkelijk. je bent nu heel die tori... Aan het draaien. Oh ja, aan, nee, nee, nee. nee. Uh, je was aan het vertellen, het is maar acteren. En daarna gooi je erachteraan. Maar het kan voorkomen. Dat, ja, dat kan dus, iemand wel. Het is nu me ben nog ik niet vriend. overkomen. Het is me nog niet overkomen. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat als ik een hele lange film zou draaien of zo... Um, dat dat gewoon, en, en, en je bent single, en je ben, want je bent loyaal. Ja. En je bent single, dat je daar dan misschien een vonk kan overslaan. waarvoor jij zou gaan, dus. Ja, weet ik niet. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je in een soort bubbel zit. en dat je je gewoon heel erg snel aangetrokken kan voelen. door iemand, omdat je dus in dat bubbeltje zit. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat, uh, dat, 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 dat vonkje komt tijdens een seksscène. Dat is meer Samantha, in het chillen. Je wacht ik zeg heel eerlijk, veel. We zijn nu. Uh, in dit gesprek iets langer. Ik zeg je eerlijk, ik ga niet voor die Becky om. Uh, nee, je trekt hem, ik, niet, ik trek he? hem niet. Ik zeg je nee. eerlijk. Ja, ik tot de conclusie gekomen dat ik hem niet trek. Nee, maar dat heeft met mij te maken. Maar, maar kijk, ik vind dat je dat kan erkennen of ja. zo. Maar wat doe je nou als, als dus je... Als je echt... ik vind jou leuk, wij zitten ja, in een relatie... Ja, ja. Dan, zeg ik, dan zou ik zeggen, op ik zeg je eerlijk, ik voel hem niet, man. Ik wil, ja, nee, ik wil mijn vrouw niet meer zo zien, man. Maar kijk, kijk ik heb in mijn relatie natuurlijk ook uh, scènes gedaan en er waren dan uh, dan was er bijvoorbeeld een voorstel van we zouden zo'n shot willen dat um, in het, het is inderdaad in een soort chique Becky zeg maar dus een dat chique je, nou ja een chique Becky is dat je zeg maar het shot hebt van diegene zeg maar achter jou dat je zeg maar een deel van mijn uh, mijn billen zou zien en dan hem zeg maar achter mij Jawel. en dan geef ik aan van oké okay, maar dat niet Oké. Okay. Snap je dus dat, ja. Nee, maar check. We gaan het hier even voordoen. Ja. Dus ik heb echt goede bedoeling met jou. Ik steun ja. jouw carrière en alles, ja. maar ik geef toe. Ik zeg, hey, ik heb moeite met die, met die film wat je daar hebt gedaan. Ja, dat gaan uh, we niet meer doen. En ik heb ook moeite om jou te zeggen, doe het niet. Ja. Maar dat is een volwassen gesprek. Dat moet wel kunnen, toch? Ik hoef niet alles te doen. Ik hoef niet elke uh, film. Want ik wil dat jij slaag doen. in jouw droom. En ja, maar ambities. kijk, maar dan kom je al met een ander. Ik vind dat hoe jij dit met mij bespreekt, is ja. heel zelfverzekerd en heel uh, volwassen. Dus mm. we kunnen het er gewoon over hebben. Van, ik heb hier moeite mee. Ik vind het niet fijn om te zien. Dan zou ik als, als, als jouw vrouw. Zou ook denken van oké, okay, maar dat ga ik dan niet meer doen. Want dan voel ik mij da op dat ja, moment ook dan, niet Dan heb prettig je daar ja, voor denk je ja, van oh, ik zie van. Ja. ja, en ik ben sowieso heel, ik denk heel goed na over wat ik doe. Want ik heb twee kinderen. Ik sta ook gewoon ja, op het. Ja, los van je partner. Ja, ik sta, ik sta, ik sta gewoon op het schoolplein. Ja, en... oh ja. En mensen weten gewoon wie je bent. Ja. En ik ben wel vrij. Ja. Maar ik wil ook dat het niet mijn kinderen, zeg maar, benadeelt. Dat, weet je, het hoeft niet. Ik heb laatst nee gezegd tegen iets. Omdat ik zoiets had van. Nee. En hoe komisch het ook is. Mm -hmm. Ik ga dat gewoon niet doen. En dat wordt gewoon gerespecteerd ook. Hè? Dat ik. Dat ik... Dat ik dat dan niet doe. Dus op papier zeggen wij van... oké, okay, zo zou het gesprek gaan en het is volwassen. Ja. Uh, maar in de praktijk is het echt zo, echt waar ja, dus Denk je ja. dat als de flow van mij zo is... Ja, dan ja, krijg ja, ik dit ik terug ben van jou? Ja, ja, ja. En dan weet je hoe dit gesprek eindigt? Met een bekkie. <laughs> Pie -pie -pie. precies we we elkaar ja. zo ja. goed ja, en dan begrijpen. En dan is de zo rond. Is beautiful thing. <laughs> nee, precies. Maar okay. een, een bekkie is dan heel grof gezegd... en dat zie ik mezelf ook niet, uh, <laughs> dat zie ik mezelf ook niet doen. Ja. Maar meer om... Um, ja, ik vind het gewoon, ja, ik vind het gewoon aantrekkelijk als iemand gewoon. Nee, het is begrepen, zo omgaat. Het is begrepen, maar dat is een relatie. Het is een is werk. Is it, werk. It is da daarom zeg ik relatie. En dat bedoel ik niet negatief, maar het is wel moeilijk Maar ja. willen. Ja. En je moet het echt willen. Maar ik begrijp, het, ik begrijp het als iemand geen relatie zou kunnen hebben met een artiest. Ja, ik ook. Ik zou er zelf Absoluut. niet aan moeten denken. Weet je waarom? Uh, en ik ben dat voorbeeld. Ja. Uh, kijk, ik, 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 ik sluit niemand uit. Alleen als we het erover gaan hebben. Yeah. Kijk, uh, een artiest die wil in de sportslight mm. staan. Er komt heel veel het bij kijken. Er komt heel kijk, veel ja. bij kijken. Dan moet je naar je eigen persoonlijkheid kijken. En dan yeah. moet je kijken, kan ik dat handelen voor mezelf? Maar is het ook leuk voor die ander om met iemand als mij te gaan? Die eenmaal yeah. bepaalde, ik weet niet. Uh, principes of normen of waarden heeft. Niet dat die yeah. ander dat niet heeft. Maar zo zit jij in elkaar. Yeah. Dus daarin moet je ook eerlijk zijn. Maar dat geldt voor elke relatie. Yeah. Weet je, als iemand uh, een piloot is en vliegt en zo. Gaat dat werken als je. Je schatje niet constant bij je kan hebben. Ja, dus daar moet je het naar moet kijken. Bij elkaar het moet passen. bij moet passen. Maar ik, ik uh, een zou niet met. Uh, nee. Jij zou niet mm. met een? Ik zou niet met een. Artiest kunnen gaan? Nee. nee. Ah, of dat iemand, iemand die uh, artiest is dan, als dat nou een zanger is, een actrice, een acteur, alles. Mm. Nee. Je nee. ziet dat niet? Nee. Ah, oké. Okay. Je bent al uh, nu dingen aan het uitsluiten, hè? <laughs> Misschien. Uh... Nee, ja, nee. Ik denk gewoon. Niet nee, maar het dat... is goed dat je dat weet. En ja. is dat om de reden wat ik omschreef? Dat iemand in de sportlijst staat, vooral bezig is met zichzelf. Ja, dat denk ik. Want jij bent die persoon. <laughs> ja, ja. Ja, ik weet niet. Ik zou gewoon... Dus dat ik moet jou ook geen kans geven. <laughs> nee, maar zo moet je het zien dus. Nee, maar Want dat jij is, bent die het is niet die voor iedereen. Ontrijft. Ja, maar het is niet voor okay. iedereen. Ja. Het is niet voor iedereen. Vaak kunnen artiesten niet met elkaar hoor. Ja, dat denk ik. ik zie, ja. Acteurs en zo, dat gaat meestal. M altijd misschien, mis. misschien op latere leeftijd, nadat ze alles hebben meegemaakt en tot de conclusie komen van. Uiteindelijk begrijpen we elkaar. Waarom het best. niet? Want ja, ik heb geprobeerd met de regular persoon te ja, gaan. Ja. Ik heb uh, geprobeerd uh, te gaan met de zakenvrouw. Maar ja. die... En misschien, kom je, maar misschien moet je heel veel ervaring hebben ja. gehad om tot die conclusie te komen. I don't know, ik, denk, ik denk dat, dat artiesten, als ik zeg maar om me heen kijk en ook gesprekken heb, bijvoorbeeld met uh, collega's of zo, dan merk ik dat bijvoorbeeld mannen. Uh, heel graag een partner willen. Die, ze voelen zich aangetrokken tot een vrouw zoals ik. Bijvoorbeeld, heel ouder. Dat vinden ze leuk. Maar om vrienden mee te zijn. Want oh, okay. meestal willen ze een vrouw iets meer onder de duim Serieus? Hoe vaak zie je artiesten waarvan hun vrouw. Uh, er zijn bijna geen foto's van ze. Het zijn gewoon ah. hele veilige. Uh, zorgzame vrouwen altijd. Ja. Snap je? Niet dat ik niet zorgzaam ben, uh -huh. uh, maar ik ben niet het standaard type of zo. Het zijn meestal altijd een burgerlijke, lieve, zachte vrouwen. Weet je? Het geeft een soort van comfort hè, omdat je eigen leven gaat al zo. So, maar jij gaat dus ook. Ik ga ook voor comfort, Voor zo'n ja. comfort ja, uh, ja. type dood. Best wel, ja. Daar krijg ik wel rust van. Oké. Okay. Ik vind ook soms tering saai. <laughs> um, maar ik ik ben er nu wel achter. En als we het hebben over real zijn, dan is het zijn, zijn het ook. Bijvoorbeeld mijn familie en vrienden die zeggen van ja, maar wat je leuk vindt en lekker vindt, is niet altijd wat je nodig hebt. True en uh, ik word heel snel onrustig, toch? Mm -hmm. ik, dus als je eigen leven al een soort van chaotisch is, dan heb je eigenlijk iemand. Uh, naast je nodig die dat dus niet is. En ik probeer me voor te stellen, stel je voor jij bent chaotisch, je doet je ding en je hebt iemand naast je, want je zegt dood. die ook zo is, is, is. ook zo. Hoe lang blijft dat leuk? Dat is niet leuk, Hoelang want ik word onrustig, want dan leuk? moet yes. ik dus in het gareel gaan lopen ja. en dat dat werkt niet, dat werkt gewoon echt niet. En kijk, ik heb ook uh, bepaalde type vrouwen uh, uh, die ik zie voor ja. mij, waarvan ik denk van dit zou passen, maar weet je tot welke conclusie ik de laatste jaren kom? Uh, uiteindelijk uh, wil ik gewoon dat uh, een vrouw, uh, wil ik een loyale vrouw. Yeah. En die zich toewijdt aan de relatie. Yeah. Dat is alles wat je kan vragen. Wat want, da want dat relatie. is niet vanzelfsprekend. Nou, dat is bijvoorbeeld. Laten we het voorbeeld nemen van de net. Ik ga nadenken over dat ding wat me dwars zit voordat ik met je ga praten, yeah. en mijn aandeel erin. Waarom? Ik wil deze relatie voeden en ik yeah. wil dat het werkt. Yeah, yeah. Dus ik vertrek niet van, oh ik kom mijn ei kwijt, ik dit, ik dat. of jij dat, jij dat, nee, nee, nee. Oh ja, die relatie is leidend hierin. Mm. En hoe gaan we deze relatie voor life houden? Yeah. Dat is door te voeden. Dus je moet altijd twee keer nadenken yeah. voordat je, al, al is het jouw persoon, it's your person. Ik zeg altijd, everybody got a person, it's your person. Maar toch heb je met persoonlijkheden te maken. En uh, gevoelens en al die dingen. En Verschillende karakters en blijkbaar ook sterrenbeeld wat meetelt. <laughs> sterrenbeeld is echt een ding. Maar het gaat dus om rekening met elkaar houden. Dus je moet altijd, denk ik, even nadenken voordat je een issue gaat benaderen. Ja. Want dit is een persoon waar je heel erg van uh, houdt, toch? Mm. En die is de moeite waard, denk ja. ik. Dat is de theorie. Op praktijk klinken, ik hoor mezelf, ik denk, hé, hey, die niks klinkt goed. <laughs> maar dat is theorie. Praktijk, min of meer. Ja, kijk, maar we kunnen het allemaal heel goed vertellen. Juist. En ook, ik ga even bedaren totdat ik met, het, met de issue kom en zo. Hmm. Maar je bent ook een ram en je bent ook heel gepassioneerd. Dus het kan dat je ook heel erg zo... Toch zonder na te denken, toch... Tenminste, dat is mijn probleem. Dat ik heb zo moeite om eerst even... Nee, ik maar ik een ben wel daar. Ik denk... oh, ja, ja mijn manager je je heeft ik geleerd dat... Uh, ze geeft me de drie dagen regel, volgens mij. Oké. Okay. Uh, dus als er iets aan de hand is, huh? dan mag ik pas reageren <laughs> na 72 uur. <laughs> uh, en dan ben ik eigenlijk alweer kalm. Uh, en dan denk ik: ja, yeah, fuck it. Nee, maar check, maar dat is dus wat ik zei: eerst nadenken. want dat ja, maar heb dat ik is dus zo moeilijk. Eerst nadenken. Maar ja, doe je dat ook maar, echt niet? Nee, want de praktijk. anders reageer je op emotie. Ja, maar dat is, ik handel nee, ik, ik kan altijd dat. Ik kan vanuit dat. emotie. Nu, ik kan dat nu prima. Ik kan dat nu prima. Ik kan dat, <laughs> dat prima. is moeilijk hoor. Dus, dat, dat, dus, dus daarom zeg ik dat. Als het gaat om iemand waarom ik geef, kan ik dat goed. Als ik niet geïnvesteerd ben in iemand, dan heb ik het met Barry <laughs> da, da, Dan maakt het me niet uit, daar komt het op neer. Maar als ja. ik om je geef, dan ga ik zeggen, no, isabza, even, en dan... Ja, uh, ik vind dat dus wel Dus de laatste hoor. jaren lukt dat me Ja, oké, okay, maar dit is, dus dat is waarin... Maar ik dat is ervaring dan... en groei en ook toch wel leeftijd. Hoor. Ja. Want ik probeer dingen niet op leeftijd te gooien, maar het is nou eenmaal zo. Je het leeft is echt langer, zo. dus is echt zo. <laughs> je krijgt ervaringen erbij. Dus is dat is nou zo. eenmaal zo. Maar dus die 72-uur-regel uh, werkt <laughs> voor jou. Ja, echt. Want heb je daarna kan ik er een beetje om lachen. Heb je hem ook toegepast moment. in een relatie? Ja, ik probeer dat okay. nu. Uh, ik probeer nu probeer ik dat gewoon te doen. En uh, ik heb het idee dat ik daar zachter van word of zo. Is je een wat ik bedoel? Dus dat ik, absoluut, absoluut, Want ik ben heel fel en ik ben heel ja. verbaal en uh, heel erg sterk in mijn mening. En ik merk dat als ik mezelf moet dwingen om die 72 uur aan te houden voordat ik ergens op reageer. Zo. goeie. Uh, kom ik met een veel betere, lievere benadering. Mm -hmm. in. En uh, ja, dus ik vind dat wel fijn. Dat ik nu iets zachter aan het worden ben. Terwijl ik altijd dacht dat ik. je weet toch, ik heb broertjes. En, mm -hmm. Ik ben gewoon. Mijn ben oudste. je de oudste? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Interessant. Ja. En dan heb je ook broertjes? Ik heb twee broertjes, ja. Uh -huh. Een van 33, ik ben 35. Eén is 33, ander is 28. Oké. Okay. Dus ja, ik kom gewoon uit. Ik moet je zeggen, ik zit zo naar je te luisteren. Hè. En als je Samantha, uh, de, als je haar niet volgt op Instagram, uh, je moet haar volgen. Ze heeft hele leuke filmpjes. En je bent gewoon fucking hilarisch. No, maar dan zie ik deze persoonlijkheid en dan denk ik van, is dat daarnaast? Ja. Dan ben je gewoon een leuke leuk wijf, klaar. Ja, dat nou, dat en, en ik denk dat veel vrouwen dat ook vinden. Nou, Ik krijg heel wel veel heel veel complimenten. Dat. Ja. Van mannen die zeggen, mijn vrouw is helemaal ja, weg ja, van ik, jou. Ik, en... ik zie dat. Ja, ja, ja. Dat vind ik, Maar dat is echt mijn. Dat is echt mijn. Uh, dat is wat ik wil. Dat okay. is het enige dat ik wil. Ik hoef geen influencer te zijn. Maar, en, maar als ik het wel doe. Dan doe ik het echt ook omdat ik het meen. Of mm -hmm. dat ik ergens echt in geloof. Mm -hmm. uh, natuurlijk moet ik gewoon mijn rekeningen betalen. Maar ik probeer wel gewoon. Uh, ja, ik hou van herkenbaarheid. Ja. Snap je? Dus ik vind dat als vrouwen uh, mij inderdaad op een bepaalde manier zien. Dan wil ik dat zij zich kunnen identificeren met mij. Oh en by the way, uh, 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 nog een compliment, want dat mag gezegd worden. Jij bent een van die OG's in die content game, want jij maakt al heel lang van die heel gekke lang, filmpjes. ja, klopt. Dus, uh, en ja. Ik, ik, nu ik dus ik had vroeger geen interesse in die shit, nee, nee. maar nu ik een beetje uh, 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 zelf bezig ben met uh, dat soort dingen, kijk en dan zeg ik oh maar zij is wel heel oh, lang heel bezig lang, ja, en dan klopt. zie jij mensen komen en dan ja. moet je kijken van oké. Okay, maar okay. ik kijk dus niet echt naar My andere sons. mensen. Nee, maar ik kijk echt niet nee, naar niet, andere hè? mensen, nee. nee. Nee, 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 nee. Maar OG in the game. Dus, OG in uh, the game. <laughs> respect daarvoor. Want je doet zeker langer dan tien jaar, toch? Ja, ik ben langer. Ja, ik ben dus echt met dan heb ik het specifiek over filmpjes maken? Humoristische nee, sketches. Ik denk iets nu zes, zeven jaar, denk ik. Zeven jaar? Ik. Ja, Wat ik ben lijkt ermee begonnen toen ik zwanger was voor mijn dochter. Ah, oké, oké, oké. Nee, heel leuk, heel leuk, heel leuk. Ik wil je nog beter leren kennen. Ja. Uh, volgende vraag. Wat vind jij enger? De eerste keer de liefde bedrijven? De eerste keer kennis maken met de ouders. Of de eerste puf. Oh. Eerste keer liefde bedrijven. Eerste keer kennis maken met de ouders. Of de eerste, ik heb het al gezegd. Ja, die puf denk ik wel, man. Ja? Ja, ik vind puffen, ik heb een soort poepfobie ook. Dus, um... Het is een... Wonder dat ik, want ik ben iemand die dat niet koppelt aan vrouwen, hè? Wat puffer. Uh, ja. En, 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 en mensen die mij goed kennen, <laughs> die zullen ook kijken van, maar doe het. Ik zeg ja, see, ya, I'm growing, I'm growing, yeah, yeah, I'm yeah. growing, yeah. I guess. En mensen jij kiest wil, ook hè? die. Yeah. Ja. ik weet. Ik, maar kan het anders ook Maar eerst jouw verhaal. Jij hebt dus een poepfobie. Nou, niet een poepfobie, maar ik kan wel moeilijk kakken, zeg maar. Um... Bij anderen of zo, of als ik op Last vakantie je ben, of ja, nee, nee. Dit is hoe ik hoop dat een vrouw in elkaar zit. Ja, gewoon, hou hem even netjes of zo. Ik zal je wat je? zeggen. Maar, maar ik heb e een keer gepuft, hè? Nee, maar. Maar wil niet, je, het er over uh, uh, je het erover hebben? Ja, ik ben erover begonnen. Wil jij het erover hebben? Vertel. <laughs> Ik, het was een keer per ongeluk. Ik weet nog dat we hadden um, uh, de, in, in ons oude huis hadden we dat uh, slaapkamer. Daartegenover was de, de toilet, dus er zat er zo'n gangetje tussen. Ja, ja. En um, uh, de deur was open en ik zat op de op het toilet en het was ochtend. Maar kijk, ik ga iets uitleggen. Als vrouwen, zeg maar, je opstaan, je hebt de hele dag geslapen, er mm -hmm. is gewoon lucht in je beren. Je bent ben mens net als uh, de man. Ja, klopt. Ja, yeah, I get it. Dus wij gaan ook zitten, snap je? Dus yeah. ik ging plassen en ineens had ik gewoon gepeugd. Mm -hmm. En dat was dus zo'n eerste keer. Ja, terwijl. En jij zit zo. Wat dan kind en zo. Oh, dus dus joh. ja, ja. Um, maar in, dus ik zat en nou, ik pufte dus. En ik was gewoon <laughs> zo in shock van die puf zelf. Oh, okay. Dat ik gewoon was gewoon zo. Het was gewoon stil. Dacht ik shit. En toen hoorde ik zo vanuit de kamer. <laughs> <laughs> Oké. Okay. En dat was nou hoeveel jaar. Uh, ik denk drie jaar of zo, drie, vier jaar al. Ja. En die galm in die wc-porto. Nee, hey, maar uh, besef maakt het, he, die maakt alleen het. Die maakte het mannelijk. Hij lag gewoon in hey, bed. Ze oh is ruw, man. is ruw. En ik was gewoon stil, okay. gewoon shit. <laughs> ik, ben, ik ging zelf ook zo bedden, want het is ook hard. Je bent, eh. Ja, dat zeg ja. Oh, mijn God. Dit is groei, ja. hè? Dit is groei Dit voor mij. Want ik zou, <laughs> ik zou je zeggen, waarom? Misschien denk je, is kinderachtig. Maar I can help it. Jij zei, je hebt een fobie, ik heb ook een fobie. Ik ja. zou je wat zeggen. Uh, een vriendin zeg van mij zegt tegen mij: Weet je wie? Jouw eerste vriendin heeft je verpest. Want in de vier jaar dat ik met ja. haar ging. pufte ze niet. heeft ze dat nooit gedaan. Nee. En ook niet wanneer ze twee ging doen. Nee. Viel ze me daar ook niet mee lastig? Nee, ik ben ook niet iemand en die daar echt En als het gebeurde, vraagt. was het subtiel. Ja, ja. was mm. het subtiel en gelijk baden. Ja, oh, gelijk baden. Gelijk ook. baden. Ik ben wel van de natte doekjes, dat zeker. Ja, maar die bestonden toen de tijd oh, nog niet. Oh, die bestonden toen nog niet. Nee. Mm. Dus ja. wat je toen deed, als puffen het goed is. Het is, ding. is uh... Maar ook in mijn vriendschap, ik ben niet iemand die gewoon ja. begint te zakken of zo op de bank. En of... by the way, ik als man zijn er ook niet. Nee, hè? Maar nee. als je echt moet puffen, wat doe je dan? Uh, want kijk je kan ook niet met buikpijn chillen. Nee dat is raar inderdaad. Want dat, daar ben ik nee, wel maar overheen, je weet het toch? Maar kijk, er zijn ik, ik kinderen ga je, ik, en ga je, zo. ik ga je eerlijk zeggen, er is een verschil tussen een man en een vrouw. Sorry, dat vind ik. Er is een verschil tussen een man en een vrouw. Schuif van mij ik, hoor, ik, ik, ik weet dat we mensen zijn. Nee, maar jij gaat niet maar, gewoon puffen op de nee, bank en ik moet met buikpijn chillen. Nee nee nee, nee, maar toevallig ik doe dat niet, maar veel mannen doen dat, dat dan weer wel. Uh, maar Inderdaad, ik, 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 hou, ik hou. Ik ben ook niet zo, dat is het vooral. Ik dat doe je het ook niet bij zakt. mensen. Nee, ik doe. Ik, nee. Maar waar puf je dan? Ik, ik kies mijn momenten. Ja, <laughs> toch? Ja. Ik kies mijn momenten. Ik, of ik puf als ik de wc doortrek. Ja. Oh, je ziet, ik kom helemaal sneaky <laughs> trucjes, heb je helemaal ontdekt, inderdaad. Nee. Ja, oké, okay, maar er is wel een dingetje. Het geluidje kan ik niet hebben. Kijk, want er, er, was, er was een dame mm. die ik loerde. Mm -hmm. Oh, uh, banging, loer ik al een tijdje. Maar toen vertelde een homeboy van mij, uh, die met haar bemoeide. Want ik dacht, ik ga wel naar hem. <laughs> en dat ik en toen zei hij, mijn man. Na die eerste puf, toen ik dat toeliet, zeg maar, ja. toe liet, toen ze ja, pufte ze de hele ze tijd. Ze zegt, ze gaat los. En alles verdween. Nee, dat vind ik ook Alle aantrekkelijkheid nee, verdween. Nee, dat vind ik ook Dus na, nee, na die eerste, eh, toen ze daar overheen was, die streep. Maar dan ging ze ook los, zegt ze me, man. A la deze is gewoon... Ja, ja, ja. Ik zei, serieus, nee! Nee, man, nee, nee, maar dat is Le, niet we, tof, man. En, Nee, toch? Nee, maar ik heb ook nooit partners Kijk, gehad. Kijk, natuurlijk wil ik niet dat je met buikpijn zit. You're my wife, ik wil niet dat je... Nee, maar je, je ding, kan maar... het op maniertjes doen. Maar ik kan niet, luisteren. <laughs> De eerste keer dat ik ging bevallen, was mijn beste vriendin was erbij... Zij lag mij altijd, we zijn al vriendinnen sinds mijn vijftiende. Mm. Dus echt, ik heb haar kinderen geboren zien worden en zo. Mm. Het is echt diep. Mm. Uh, toen uh, had ik dus weeën. <laughs> toen zat ik op zo'n krukje in de, in, de, in de badkamer van het ziekenhuis. Ja. Maar die weeën dit, ze zijn heftig, hè? Dus er is druk op heel oh, je. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik zat onder de douche, zij zat bij mij en uh, moet je je voorstellen een vriendschap van zoveel jaren. Juist. Ik kende haar al mijn halve leven. Hmm. En poepen en zo was altijd een issue. Oké. Okay. Ik ging muziek aandoen wanneer ik bij haar was. Want niemand wil die drol horen vallen en yeah. dat soort dingen. Oké, okay. je hoeft niet, niet per se in de, de tijd Plons, te trainen. Ik ja, okay. ben ook die meid dat als ik op de wc zit met ja. vriendinnen of zo... dan zet ik even dat geluid uit wanneer ik weet van <laughs> hij zakt. Um, dus ik ben, niet, ik ben niet schaamteloos wat dat betreft. Dus ja. nou, ik weet je, weet je, Ik zeg tegen haar, het lijkt alsof ik moet puffen, man. <laughs> ja. Ze zegt ja, uh, doe het gewoon. Ja, ja nee, maar wat dat betreft. Dat ja, oké, okay, maar dat luister, ja. luister. Dus halve leven ken je elkaar. Dus ik, ik zeg oké, okay, nou ja, ik, ik kon niet meer. Ik had weeën. Dus ik puf. Maar die puf was zo lang. <laughs> okay. Die puf was zo ik dit lang verzocht. en hard ja. uh -huh. in de badkamer. Ja. En ze was gewoon zo. Oh. <laughs> ze wist dat het en zou komen, ook. en toch. Ze was niet voorbereid. Dus ze, ze was voorbereid, <laughs> was maar ze ready. was niet ready. En ik ook niet. En we, hebben echt, we kunnen er nog steeds zo hard om lachen. Okay. Omdat ze weet hoe groot die drempel voor mij is. Precies, maar check, daar hebben we het hier over jou en je vriendin. En om terug te brengen waarmee ik begon. Ja. Nu begrijp ik dus inderdaad, wat vind je enger? No, de eerste kennismaken, de eerste liefdebedrijven. Maar nou, ik vind kennismaken e ook wel echt de helder. Ma maar in deze is Puff dus het ergste. Ik vind puffen echt een Maken met de ouders ja, dat zijn vreselijk vreselijk. Okay. Want jij ik kan niet nep ik... zijn, maar nu nee. moet je hey. ik denk wel dat ik dat ik, um, <laughs> dat ik er meestal wel goed vanaf kom, ja. alleen ik ben heel nee, maar jij bent leuk, joh. Nee, maar ik ben heel verlegen, hè? Echt waar? Waar? Nee, ja, ik kan ja, dus... het gewoon heel goed verbloemen, Oké, okay, okay. maar. Um, ik ben echt als er een verjaardag is of zo, oh, ik ga okay. dood van binnen. Echt. <laughs> ja, ook dat als. Ben je introvert? Ga je me dat vertellen? Ja, ik denk het wel. Echt waar? Ik denk, ik denk dat ik een extraverte introvert ben. Oké, okay, we kennen ja. die. Ja, ja maar um, als ik een ruimte in moet lopen waar mensen al, je weet toch die woonkamers... Waar dan gaande is. Hé, hey, of dat, op dat je iedereen langs moet. Ik wil echt sterven op dat moment. Dat is echt een nee. nee. Oh. Ja. Plekken waar ik mensen niet ken. Ik ben, ik ben best wel autistisch wat dat betreft. Ik hou echt van mijn eigen... Oké, okay. dat is een wonder dat je hier bent dan. Dat, dat zeg ik zo voor mij. Ja. Oké, okay, heel ja. leuk. Nou, leuk, leuk. Ja. I make it all about me again. <laughs> nee. nee maar, en dan stap jij in zo'n ruimte... maar dan denk jij je bij jezelf... het kan altijd erger. Het is niet de eerste puff in ieder geval. <laughs> Samantha, go. <laughs> hey, hey, hey. Gefeliciteerd. Maar is het zo dat ze bijvoorbeeld... met audities doen of zo? Uh, ja. Ik kan gewoon voor een volle zaal staan... ik heb helemaal scheid. Mm. Maar als ik, in, als ik dan zo'n ruimte... zoals dit binnenkom... en er zitten vier mensen zo... achter een tafeltje... Ja? dan ben ik echt sterven. Oké. Okay. Ja, Al die mensen tijd. in de ogen aankijken. En toch lukt het je? Moet je nagaan. Toch lukt het je? Ja, nu. Omdat ik nu zelfverzekerder ben. Ja, ja. wat ik zeg Dan ik ben nu gewoon wel geleden? blij met mezelf. Dan drie jaar geleden? Ja, was ik nog wel echt dat ik echt... Uh, Oké. Okay. Ook toen ik uh, de acteursopleiding deed, was dit echt een issue. Mm -hmm. hè? Ja. Echt een issue. Ook dat... Als je auditie doet, moet je jezelf altijd voorstellen. Zo moet je in de camera kijken en dan moet je vertellen... ik ben Samantha, ik ben dit en ik doe dat en ik speel daarin. En ik ging altijd ging ik helemaal zo. Het ja. was echt een probleem. Okay. En als ik dan ging spelen, dan, dan was het ik los. gewoon... Ja, want, dan, je... maar echt ja jezelf? want ik hoorde Beyoncé dan zeggen... in het echt ben ik verlegen. En dan ja, iemand gelooft dat het is echt zo is. Ze sleept over het podium zo in zo'n bodysuit... en maar anders. in het echt ben je is, verlegen. Je, maar je kijkt again, mensen yeah. niet aan, hè. Dan, okay. Dat is gewoon showtime. Oké. Okay. Uh, ik ga nog even door. Je gaat nog... Vind je dat goed? Ja, ja, ja. Um, laat jij je leiden door je hart, je hoofd, dus je verstand, of, en daar moet je eerlijk in zijn, wat andere mensen zeggen. Uh. Door wat laat jij het meest leiden? Je hart, je hoofd, of door wat andere mensen zeggen? En dat kunnen zijn mensen die er toe doen. Ja. Mensen van wie je het mening serieus neemt. Ik denk dat het bij mij heel erg een combinatie is. Dat ik denk dat ik heel veel vanuit gevoel altijd doe. Hard. Ja. Uh, maar ik trek me ook wel heel erg aan wat mensen om me heen zeggen. Ja, zeg, toch? Maar de, toch minder. Dus sinds ik, waar we het over hebben, dat, dat, dat ik echt aan het groeien ben en echt naar mezelf aan het kijken ben. Um, ik laat me wel beïnvloeden, maar ik doe altijd wat de fuck ik wil. Dus heel veel mensen hebben het niet door. Ja. Dat ik, uh, maar ik lig er wel van wakker. Ik lach, oh, je, houdt ik je lach er wel mee bezig. Er wel, ja, Ik lach ja, 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 er wel ja, van, wakker. Ik maar ken ik denk alsnog wat ik wilde. Ja, 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 ja. ja. Snap je? Dus ja. um, ik denk dat ik voornamelijk vanuit mijn hart, want dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Mm -hmm. um, maar ik denk heel veel na. Mm -hmm. Heel veel. Te veel. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Op die momenten dat je alleen bent, dan gaat het helemaal los. Ja, ik denk een... echt heel veel na. Ah, ja, ja. En, um, is het piekeren ook? Nou, ik denk dat dat het is. Dat ik vooral heel veel pieker en dat ik heel veel uh, dingen al probeer te begrijpen of graag wil weten hoe dingen gaan lopen. Ja, uh, zo in plaats zit het leven van in gewoon, in nee, precies. In plaats van <laughs> gewoon te vertrouwen op, ik doe dit met mijn hart en ik zie het wel. Ja. Dat vind ik nog wel moeilijk. Oké. Okay. Ik doe het allemaal wel, maar wel, het is wel allemaal slepend hoor. Dat ik wel met angst. Vandaag drop ik een quote. Uh, uh, altijd een van mijn favoriete quotes geweest. En niet dat ik het zo goed uitvoer, maar hij blijft ja. altijd in ja. mijn hoofd hangen. Ja. Ja. Uh, uh, je zorgen maken is omgekeerd fantaseren. Ja, klopt. Uh, heel belangrijk. Hmm. Want ik ben ook iemand die zich bezighoudt over, want ik ben een planner en, ja. en ik wil dingen graag op een bepaalde manier zien lopen. Ja, ja. En, en, en dat biedt ruimte voor te veel nadenken. Ja. Soms uh, het leven geeft wat het leven geeft. Ja. En laat het eerst geven en dan check maar wat je doet. Ja, precies. Begrijp je? Mm -hmm. Anders ben je dus, wat zei ik nou net, uh, uh, omgekeerd, omgekeerd aan, het. aan het fantaseren. Maar dat is hetzelfde als manifesteren bijvoorbeeld. Dat ja, leer ik nu ook. True, true. Dat... Dat bijvoorbeeld inderdaad over die negativiteit waar je het net over had, dat ja. is ook een vorm van manifesteren. Mm -hmm. Dus ik probeer heel erg gewoon nu te vertrouwen op het verloop van dingen en dat het uiteindelijk komt altijd alles wel weer goed komt. Ja, en Niet dat hoe heeft ik zich bewezen. Wil. Nee, maar... Ja. maar het komt wel goed. Het, dingen lossen zich altijd wel op ja. of zo aan, ja. uh, aan het einde van de dag. Oké, okay. ik heb er nog eentje voor je. Oké. Okay. Uh... Je moet kiezen dan een man met veel humor, maar hij is een one-minute man. Of een beest in bed, maar het is een ongelofelijke leeghoofd en heeft geen persoonlijkheid eigenlijk. En ik stel deze vraag, want dit heeft ook, het is makkelijk om te zeggen ja, nee. Maar het heeft ook te maken met welke fase van je leven dat je bent. Mm -hmm. Dus gaan we voor die uh, man met om minute humor, alleen mm -hmm. het is een one-minute man. Mm -hmm. Of dat beest in bed. Maar een leegte over geen persoonlijkheid. Kan je ze niet gewoon samen? Nee, kan niet. Nee mannen. Zie je? je moet gaan kiezen. Dus waar ben jij vandaag de dag is eigenlijk? Nee, ik ben vandaag de dag bij de, uh, bij de man met heel veel humor. humor. En die one minute man? Ja. The take that? ja. Je maakt alles van die één minuut. Dan gaan we helemaal los in <laughs> los die in één in minuut. Ja. Becky. Gewoon een Bekkie van één minuut. Eén minuut? <laughs> ran, nee, houd maar okay, eens één minuut pizza. je adem ja. in. Nee. En dan, <laughs> dan zeg jij, schatje, ik begrijp waarom je het doet voor je werk. Ik ja. geef je maar één minuut. I get it. I get it. <laughs> ja, ja. ja. Nee. Oké. Okay. Nee, uh, ja, nee, ik ga dan echt voor de persoonlijkheid. Toch wel, hè? Mm -hmm. Vandaag de dag. Vroeger, van, uh... vroeger niet? Doe je jongen. Tien jaar geleden? 25 jaar Ik denk dat ik altijd wel. Toch wel? Persoonlijk had ja, wat... je, ja, je word... nodig hebt. Ja, dat... als ik ja, naar altijd. je luister, ja, Ik zie jou niet met iemand die niet geeft, Maakt niet uit. Al heeft hij alles visueel wat jij wil. Ja, bijvoorbeeld toen we jonger waren, dan was het altijd: dan ging je daten met voetballers en dit. Uh -huh. en, um, ik had altijd dan de, de, de mooiste jongens waarmee ik dan wegging, verveelde ik me dood. <laughs> ja, en ze vonden uh -huh. mij ook altijd raar. En ik dacht: nee, dit is het niet. En ik heb het echt met: ik vind het gewoon sexy. Ik kan iemand heel, heel mooi vinden als iemand zichzelf gewoon draagt en als uh -huh. iemand gewoon persoonlijkheid heeft en lekker vlot is. En ja, daar hou ik van. Dus dan denk ik, ja, seks is heel belangrijk. Mm -hmm. Mensen die zeggen dat het niet zo is, lullen uit hun nek, want mm -hmm. dat het, seks is heel belangrijk. Uh... Hou je punt. We gaan zometeen praten over wat dan goede seks is volgens okay. jou. We gaan breken. We gaan breken. Vroeger was ik niet hip, hè, dus ik ben echt vaak. Ik ben pas hip nu. No? Ik ben pas nu in de mode. Echt waar? Ja, vroeger vroeger was het toen, niet zo... op school, op de basisschool ja. of Serieus? Ja, ik was altijd en... Oh, het was, pas toen ik een jaar, twintig was of zo. Zo, dan ben je niet boos dan als ze nu dus. Nu denk ik, oh, nu Alsof, wil iedereen daffy Duk aan. Oh, dat idee, ja. Oh, ja. dat idee, ja, ja, ja. ja. Samantha is leuk. En je laat me die Samantha die mijn hart heeft gebroken in 1999 <laughs> helemaal vergeten. Samantha ja. krijgt een andere reputatie okay, in mijn dan. hoofd. Oké Dat heb jij gedaan. Dat vind ik tof. Dat vind ik tof. Uh, voor de breek hadden we het even van uh, wat vind jij goede seks dan? Ja. Uh, hoe ziet goede seks eruit volgens jou? Wat is daarvoor nodig? Um... Hmm. Ja, ik denk dat er gewoon een bepaalde klik moet zijn, dat er een soort van chemie moet zijn. Mm. Uh, ik vind passie het allerbelangrijkste in de slaapkamer. Um, en ik denk dat ik goede seks vind als je goed naar elkaar kan luisteren. Um, Lichamelijk? Ja, dat als je bijvoorbeeld. Um, ik ben iemand die kan daar heel vrij over praten. Ik kan iemand gewoon die na de wip gewoon heel erg Lekker hè, dat zou... Uh, oh te, snap ja, je? oh, maar dat is ja. de goeie. Dat was of bijzonder, dat je dat was je wat je, maar dat Maar daarna aange... he, niet tijdens, toch? Nee, dat vind ik dan weer awkward. Dus, ja. weer... dus als jullie lekker liggen, pillow talk, Of daarna, zei, hey, of dat, dat was, je de volgende dag echt... zo van... Was wel lekker hè, oh, dat je dat... dit... Weet je, en dus... dan precies zeggen wat? Ik hou, ja, je... ik hou ervan als iemand... zo schuin. Nee, dan. Dat iemand luistert en meeneemt wat jij Hey, maar dat is goed, dat doet echt heel veel in een relatie. Ja. Hè? ja, Maar heel veel mensen vinden het heel ongemakkelijk om over... Uh... Maar we, we hebben het nu over relatievorm, want ik neem aan dat je niet met uh, een of andere one-night stand of... Uh, even gaat even van voor hey, mij. gisteren dat ding wat je daar deed nee. was... Uh, hoe heet dat? Maar one-night stand is sowieso niks nee, is voor niet voor jouw mij. ding. Hè? Nee, nee, nee als ik naar jouw verhaal niet. luister, mm -mm. dan zie maar ik... Maar ik dat dat relaties dat, uh... is... weet ik ook niet. Ja, ik weet het niet. Ik struggle daar gewoon heel erg mee van wat vind ik nou... Fijn, waar ben ik nou de persoon voor? Ik weet niet. Uh, ik. Ik kan sowieso alleen seks hebben met iemand. Uh, als ik iemand echt voel, zeg maar. Dus dat betekent niet dat we morgen moeten trouwen. Absoluut nee, niet. En het kan ook zijn dat het in the end of the day. Uh, we niet bij elkaar passen. Um, ik vind ook niet dat je uh, per se helemaal. Je heftig in een relatie moet zitten om dan om dat met elkaar te kunnen doen of zo. Mm. Alleen, uh, ik merk wel, voor mij heeft het geen meerwaarde om seks te hebben... Als ik, als ik je niet echt voel, zeg maar. Juist, juist, juist. Want ik vind dat als je seks met elkaar hebt, dan moet het grenzeloos zijn. Snap je? Je moet niet vies van elkaar zijn. Je moet niet, uh, geen schaamte hebben bij elkaar. Ja. Ik heb wel, uh, inderdaad, omdat ik nogal ook introvert ben en zo... vind ik het heel belangrijk... En omdat ik echt nu heb geleerd, ook met spiritualiteit, dat het is een letterlijk energy exchange, gewoon letterlijk. 100 En je gaat niet random uh, seks hebben met mensen en hun energie uh, overnemen. Dat, alleen dat al is de reden dat ja. ik, want ik wil jou jouw verhaal laten vertellen, maar ik zit zo erg van. Ja, van, ik, ben raar, ik ook. Nee, nee, ja. Ja, 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 ik, ik kan het niet helpen. Ja. Nee, maar ik wil wel even nog zeggen dan. En dat is de reden waarom. Ja. Ja. Dat is de reden. Ja, waarom. Want ik ben dan een man. En dan denk je van, weet je, en dan ook een single man. Dan denk je ja. van joh, dat is één groot feest. Ja, ja. Uh, niet meer. Nee, want nee. je denkt toch niet dat ik zomaar uh, jouw energie op mij ga zetten. En mijn energie op jou ga zetten. En jouw nee. energie zomaar toelaat bij mij. Maar je moet daar echt over nadenken. Over. Je neemt letterlijk iemands energie over. Dus het kan heel snel drowning Abs absoluut. worden. Um, ja, mensen hebben het altijd over je lichaam geven, maar je geeft ook letterlijk je ziel. En zo geef je aan iemand tijdens de seks. En dat, en dat vind ik heel dat vind ik heel intens. En daarom zou ik uh, een one night stand en gewoon dan vind ik seks echt overrated. Als het puur alleen om het lichamelijke gaat, vind ik het echt overrated. Eens, toch wel. Vandaag ja, toch? de dag eentje. Ja. Ja, Kwaliteit de dag. boven kwantiteit sowieso. En ook, ook zelf in een relatie. Ja. Uh, ik maak er wel altijd een hele tory van. Hoor. Laat, ja? me, laat me Gilly in dus een relatie nooit, nemen. Nooit een uh, niet meer niet meer. V nee? vroeger, wel. vroeger wel. Nee, niet meer. Ik heb daar geen behoefte aan. Doet niets voor me. Nee. Sterker nog, was er was een moment dat, dat me. Uh, net als fastfood: dat ja. het me doodongelukkig maakt. Ja. Je eet het en je denkt ja food ik samen. kan wel echt genieten van fastfood oh hoor. ja van fastfood ja ik niet ja maar ook dus van vluggetjes. oh een vluggetje met je partner ja ja nee maar maar niet gewoon een wip met nee, een bij nee nee, de nee kroeg, ik dacht of... wat je bedoelt ik bedoel daar een chick daar een chick daar een chick en chick en nee. chick nee ik dacht dat je dat nee. bedoelde nee. nee kijk maar laat, dat is dus wat oh. ik bedoel je hebt oh. dus relatieseks, laten we ja, zeggen relatieseks... Ja. Dan is het juist leuk ja. dat je het varieert met ja. een quickie van één baby. Hey, dat ben, bedoel ik. En dan, pam, 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 en dan zeg je: hey, Mijn man gaat in ieder geval ja. niet weg. Uh. <laughs> ik heb hem eten gegeven. Ik heb een koekje gegeven. Ik denk, jij gaat iedere keer He's die roze bladeren. Weer die kaarsen aan. Weer ja, nee, nee, Jagged maar, hey, maar, maar die doet ben ik ook. En precies ja. Jagged Edge. by the way. Maar, ja. maar het is leuk, maar niet altijd. Maar niet dus altijd ik denk, jij gaat het iedere varieren. keer met die roze bladeren. Hey, maar ik ben, wel, ik, ben wel, ik ben wel dat, moet ik even zeggen. Yeah? Yeah? Ik ben absoluut dat. Yeah. Absoluut. Ja, maar het is leuk voor de... En als we een quickie obviously... hebben, dan doe ik tenminste één kaars <laughs> aan. En dan luister ik tenminste twee Jagged Edge pokoes. En dan ga ik mijn ding doen. Ja, nee, die ben ik wel, sorry. Dus jij bent niet even tijdens, uh, tijdens de was of even tijdens... Uh, tijdens... Uh, het roeren van de bami of zo. Of we even. kijken Top Boy samen en zeggen, hé, <laughs> hey, pauze, zing, zing. Verder, oké, okay. sorry. Die. <laughs> ja, sorry. Ja. Nee, relatieseks is heel wat anders, by the way. Daar kan alles. Ja. Daar moet alles kunnen. Ja, ja, en dat is ja. juist het leuke aan relatieseks. Ja. Want je bent dan comfortabel als het goed is ja. met elkaar. Mm -hmm. Met elkaars energie. Ja. Uh, met elkaar lichaam. Mm -hmm. Van top tot teen. Ja. En juist daarom kan je bepaalde plekken betreden wat niet ja. lukt als dat gewoon random nee, seks is. Maar ik, ik Want dan is het altijd... een beetje act, hè? Want dan ga je performen, ja, speel je ja, een ja, of andere ja, pornobeest. Ja, ja, ja. Zitten we in een relatie, dan weet ik wat jij lekker vindt en ja. jij weet wat ik lekker vind. Sterker ja. nog, jij weet op een gegeven moment van... Uh, als ik dit doe... Als ik dit doe <laughs> bij Gilly, I got him. En dan doe je het ook. En dan zeg ik, shit, Chidori, druk weer op Play. Druk op Play weer. Dat is ja, Dory. Nee, ja, ik, ik snap je. Ik vind, daarom zeg ik, ik ben echt van de connecties. En het, ik vind dat je ook seks hebt uit. Uh, inderdaad, ook uit lust. Maar ook uit. Ik vind seks echt een soort verbindenis. En dat zeg ik, ik ben heel intens. Uh, dus ik vind passie heel belangrijk. Dus ja. dit is dan ook. Mijn manier om jou te laten zien hoe, hoe ik mij voel over jou. Snap je oh, dus Want goeie, ik heb letterlijk wow. mijn. Ik zeg het eerlijk, klinkt heerlijk. Ja, ik vind echt heerlijk hoe je het Ja, dus dan, dan ga wil ik heerlijk. ook ja. mijn best voor je doen. En, en dat en... is wat ik bedoel met relatieseks. Het is soms een soms next level shit. Ja. Het kan ook heel gauw saai worden ja. als je niet doorhebt wat jij net omschrijft. Ja. Daarom vond ik het heerlijk dat je het zei, dat je zegt ja. van dit is hoe ik jou laat zien. Ja. Ja. Nou, prachtig als je er zo ja, ziet. Ja, want het is de, hoe, hoe dichterbij lucky wil je guy. elkaar komen? Ja, lucky guy. <laughs> lucky guy. Ja, lucky guy. Nee, ja. want dat je daar bewust van bent. Ja, ja maar dat is wel iets dat want je. Want op een gegeven moment heb je alles gehad. We kennen elkaar en dat soort ja. dingen. Ja. Hoe hou je het spannend? En ik geloof niet in zweepje hier en al dat soort nee. dingen. Kan wel, maar er zit er meer in, want dan moet het hier vooral gaan werken. Ja, het is gewoon. Kisabi. Ik vind gewoon dat, dat uh, helemaal in elkaar opgaan en zo. Dat vind oh, ik echt ja. Lekker, uh, lekker. Ja, toch? Mm -hmm. Zeker Vooral beter. omdat ik me nu inderdaad zo bewust ben van. Inderdaad, dat, dat, dat energieding. En, en dat als je jezelf overgeeft aan elkaar. Het is gewoon meer. Het is echt letterlijk gewoon dit. Ja. En dat is ook wat je wil. Als je echt van iemand houdt, wil je gewoon dit. Je weet mm -hmm. toch? Mm -hmm. En dan, dan vind ik seks echt een manier om dat gewoon. Om zo dicht mogelijk bij elkaar te komen, zeg maar. Ja. Nee, ik krijg trek. Nee, nee. Heel goed. Heel goed dit. Heel goed. Heel goed dit. Ja, nee, goed ja, verhaal. Ja, ja, ja. Uh, dus tussen al jouw grappige filmpjes door. Eentje daarvan uh, is uh, je favoriete snodder. Ja. En daar heb ik het vooral welkom even laten lachen. Is, uh, en dan niet per se. Ja, dat filmpje is leuk, ja. maar als ik moet bedenken van. Hoe verzin deze chick dit? Dat betekent ze heeft een grote fantasie, maar dat betekent ook jij kijkt naar mensen. Bijvoorbeeld als je het hebt over lekkere, sappige camel toe. Ja. oase aan uh, kameeltenen. Ik zeg, zeg ik van, lang... zeg Geen Chippy, idee. I like it. En ja. dan, maar nee, maar dat betekent ik zie jou gewoon naar vrouwen kijken en je zegt hey camel toe. Heel leuk. Die ga ik gebruiken voor mijn sketch. Maar vrouwen kijken naar vrouwen, hè? Ja, 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 ja maar. Ja, ik heb zelf ook wel eens iets aan dat ik denk, nou, doe maar even een andere broek aan. Hè? Want de high waist bijvoorbeeld, dat is het niet voor mij. Een high waist broek of zo, oh, dat ja, is het ja, niet ja, voor maar mij. Maar dan komt het, oh, dat was ja, maar de inspiratie. Ik ben gewoon klein, je ik ben zegt, gewoon klein je weet, dat weet je. je het, het drukt gewoon, weet je. Dus, Mijn romp is niet zo lang. Oh, sommige dus. mannen zijn fan van een hem ja, hè? Het is ja, karakter, dat karakter, karakter. Ik. ik heb er ook helemaal niks tegen. Het is ook, ik, ik weet niet, het is gewoon, ik kan echt, dat is... Ik kan echt naar mensen kijken en gewoon zo nadoen. En dat is. Uh... Ik dacht dat die sketch geïnspireerd was dus door een of andere kameltoe die je bij een vrouw hebt gezien. Maar het ging hier om nee. dat jou, begrijp ik. Dus in een bepaalde broek. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik kan je niet uitleggen. Ik weet wat mannen. Nee, nee, vergeet mannen. Ik weet hoe ik denk over uh, de look van een vrouw. Mm -hmm. uh, uh, en daarna heb ik het over dat Ja. Uh, vrouwen kijken ook naar vrouwen, zei ik. Maar hoe kijk je naar jezelf? Uh, uh, Wat durf je te zeggen over. Uh, ben je tevreden met hoe het bij jou eruit ziet? Wat mijn poes? Juist. Ja, zeker. Zeker. Belangrijk, hè? zie je? En gelijk, je antwoord is nou, belangrijk. Ik denk... Je hebt nooit getwijfeld dat je dacht van. Hmm, of misschien je zei dat je had een broek aan, dat je dacht van nee, de deze broek niet. Nee, maar dat heeft gewoon uh, met het... Uh, met de, en camel dat komt meestal doordat, die, doordat je broek dan te hoog is. En ja. dat je, eigenlijk is het die onderbuik hè, die ja. gewoon gepropt is in, in de broek. Dus dan wordt het zo bij elkaar. Dat heeft niet zoveel met je poes te maken. Ja, je hebt wel vrouwen die echt een, een sappige... Uh, Kemmeltooi, nu kan je het niet zeggen. Je moet een je, je moet uh, filmpje zien. Ik zie nee. haar nu. Ga nee. dat filmpje kijken, dan komen we soepeler uit. Nee, maar. Oase uh, aan uh, kameeltenen, dat is wat je zei. Uh, <laughs> nee, maar bijvoorbeeld wielrennenbroekjes en dat soort hey, dingen. Hé, maar ik zie jou nu zo lachen, hè? Yeah. Maar hoe kijk je dan naar jezelf? Als je zoiets uh, filmt, uh, edit, whatever, en je zegt van ja. Yeah. Ja, ja, gewoon, ja. Uh, <laughs> gewoon doen. Uh, ik, 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 ik schakel dat helemaal uit. Ik okay, lach ook zo. niet. Anders lukt het niet. Ik la nee, nee, ik lach niet. Want ik ben nee. gewoon letterlijk aan het kijken: van, is dit. Uh, is mijn accent on point? Is het... ja. <laughs> gewoon heel streng. Ik kijk er gewoon heel ah, zakelijk ja, ja, naar. Ja, van, heel Dat ja, is zo ik, leuk. Ik hou gewoon Je niet van dingen Je besteedt tijd ja aan. Het is wel allemaal improvisatie. En ik heb de grootste lol ook. Als ik het opneem. Alleen, ik neem het wel heel serieus. Ik ja. vind humor... Je kan niet... Uh, en dat zie ik heel veel op internet, dat mensen uh, gewoon dingen maar posten om maar grappig te doen. Juist. En als, als er iets is waar ik niet tegen kan, grappig is dat doen? als mensen grappig doen. Ja dus dan wat ik heel vaak nu zie is dat mensen bijvoorbeeld gewoon willen scoren mm -hmm. en dan andere mensen gaan neerhalen of oh, okay. dat is hele rare humor ja, snap je ja. dus van uh, mensen afkraken en dat is dan grappig ik weet niet, humor is moeilijk. En hè? weet je wat het rare is? Meest rare is aan dat is dat we in zo'n maatschappij leven dat je denkt van ja, maar mensen vinden dat toch niet leuk. Nee, er is een doelgroep die dat leuk vindt. Luister, de so score ja. Juist. So score, social media het is serieus. een rare wereld, hè? Is ik een neem rare het heel wereld. serieus. Ik heb liever dat ik blijf hangen op, op, uh, op het uh, publiek dat ik nu heb. Yeah. dan dat ik mezelf moet gaan uh, verlogenen of uh, lelijk moet gaan doen yeah. uh, om, om te scoren. Want het is een heel leeg bestaan. Mm. Als jij tegen mij praat over mijn snorderfilmpjes, ben ik fucking trots. Yeah. Omdat yeah. ik zoiets heb van ja, <laughs> ja man, nee, ik, ben, no, ja, ja, ik voel dit, really ik ben hier trots op. En op andere manier zou ik, zou, ik dat niet, zou ik dat niet willen. Dus ik neem alles wat ik post, yeah. neem ik heel serieus, te serieus. Ja. Nee, maar het is wel goed. Maar is goed. Daarom, ja. daarom heeft het zo'n effect op maar mensen. Maar ik ben dus nooit tevreden. Ik denk nee, altijd als mensen niet. zeggen je goed, je het zo goed, denk ik. Nee, nee. Niet. nee toch het niet. had iets meer dit <laughs> of iets meer dat. Dus dat probeer ik nu uit te zetten. En ja. dan zegt bijvoorbeeld mijn manager van dit is echt goed, dit is echt grappig. En ik kijk er gewoon naar van, ja, ik weet niet man. En dan post ik het op een gegeven moment maar gewoon. Ja. Omdat ik dan denk van ik zie het wel. En, en, en dit, is, dit is het grappige daaraan. Wanneer je het post... Dan zie je van dat het niet is wat jij dacht. Als je de reacties ziet zeg nee, mensen van, oh, zijn even. gewoon heel enthousiast. Ja ja, ja, ja. Natuurlijk, jouw eigen mening telt het zwaarst. Maar ik heb dat ja. ook. Soms denk ik van. Mwah. En dan deel ik denken. Oh, deze wordt heel erg gewaardeerd. Huh? Maar okay. zelf heb je dus en niet zo goed inzicht. Van, Mijn mening ja. is niet genoeg als het nee. gaat om content. Nee, daarom. Drop het drop gewoon. Het gewoon. Whatever. Ja. Je ziet het wel. Ja, ja, ja. Je ziet het wel. Zolang het maar niet. En het is ook weer vanuit pure intentie. Ik heb dit gemaakt vanuit dat ik dacht dat dit leuk was. Ik doe niet lelijk over andere mensen. Mm. Ik ben niemand aan het afkraken. Ja. Dus al vindt niemand het leuk, uh, of is het niet zo grappig als dat ik dacht, uh, ik heb er niemand mee gekwetst door het te posten. Snap dus je? Ja, dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Nelig. En ik heb niks gejat ook. Dat is ook Belangrijk, beetje, want dat schijnt ook normaal jat. te zijn ja, uh, normaal, in deze social media-tijd. Yeah. Yes. Nee, we keep it original over here. <laughs> Uh, hele leuke filmpjes dus. Uh, maar daar tussendoor, los van dat grappige filmpje, maar uh, uh, daar komen mensen voor. Ja. Uh, uh, ben je ook heel erg open geweest uh, over jouw ervaring met uh, postnatale uh, depressie. Uh, depressie. Uh, ik zag dat voorbij komen en ik vroeg me dan af van, is dat iets wat jij logisch vindt? Dat je zegt van... Hé, hey, veel vrouwen hebben hiermee te maken. Mm -hmm. Ik ga dit delen en misschien help ik iemand daarmee. Want misschien strokkelt iemand daar nu mee. Want ja. is, is, ook, is ook jezelf niet begrijpen mm -hmm. en denken dat je alleen bent. Of heb je daar wel over na moeten denken, omdat mensen eigenlijk naar jou komen ja, voor, om te lachen? Uh, om te lachen. Ja, of was zo. het voor jou logisch van. Nee, het is wel echt een ding. Omdat uh, nu is het iets meer dat mental health echt een dingetje is. En dat mensen ervoor uitkomen en dat het ook niet meer een schande is. Mm -hmm. Alleen, um, ik ben natuurlijk wel ook gewoon comedian. Dus ik, ik weet dat mensen mij leuk vinden omdat ze komen om te lachen. En niet om te luisteren naar, oh, wat heb ik het zwaar gehad. Ja. En, um, ja... Ja, ik weet niet. Ik heb op een gegeven moment een soort van stempel gekregen. Als een soort van power mom en een moeder waar vrouwen naar... Uh, opkijken. Ja, opkijken vind ik dan heel intens. Maar in ieder geval mee kunnen identificeren. Dus toen op een gegeven moment voelde ik wel een soort van druk. Uh, om daar, wat ik zeg, ik wil heel graag gewoon zijn wie ik ben. En uh, me niet beter en geweldiger voordoen op social media. Dus dit is ook een deel van mij. En ik... Uh, uh, ik vond het minder heftig om aan te geven dat ik postnataal was, omdat ik daar, daarbij dacht dat ik echt vrouwen kon helpen uh, door er open over te zijn. Maar um, ik ben uh, sinds jong ook al uh, depressief aangelegd, dus echt gewoon serieus depressief. Oké. Okay. Ja, dus ik heb een dysthyme stoornis, weet ik Wist nu. Wist je dat al voordat je met postnatale depressie kreeg te maken? Ja, ja, ja. Okay. Dit, was, dit is begonnen toen ik denk ik 19 was. Mm -hmm. um, en de, de, ik ben er nu achter dat, er, dat dat dus een dingetje is, dat je gewoon een, dat heet een dysthyme stoornis, dat je gewoon uh, een bepaald stofje mist of zo, mm -hmm. waardoor ik heel erg, als ik getriggerd raak, um, heel snel in een... In een nou, heel snel. Ik kan makkelijker in een depressie raken dan bijvoorbeeld jij. Oké. Okay. Um, dus ik moet gewoon echt goed voor mezelf zorgen. Mm -hmm. Ik moet. Um, ja, ik heb gewoon triggers. Dus mijn oma overleed drie jaar geleden. Dat is voor mij een trigger om, om depressief te kunnen raken als ik niet bewust daarmee aan de slag gaan. Ja. En dat vond ik heel moeilijk, uh, ook omdat heel veel mensen zoiets hebben. Als ik tegen jou ja, zeg ik me eigenlijk heel introvert, denk je hé jij, je bent ja, toch altijd ja. grappig, je bent toch zelfverzekerd, je bent toch dit. Ja. Um, dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat iemand die zeg maar, grappig is in hun ogen en altijd opgewekt en uh, ja. dat die dus eigenlijk heel depressief kan worden als je ja. niet goed oppast. Het is een soort herpes. Ik noem het herpes. <laughs> ja. uh, dat, dat, dat het, het is weg. altijd aan het sluimeren. Ja. En als je niet goed voor jezelf zorgt... dan bam, herpes. Mm -hmm. Snap je? Uitbraak. Ja. En, en dat heb ik dus met, uh, met depressief zijn. Ik ja. Ja. moet zeggen dat ik al een hele lange tijd... niet depressief ben geweest. Oké. Okay. Uh, ja. Weet je hoe dat komt? Is dat echt ik omdat je verdiept in jezelf? Nu. Ja, maar ja, ik ben me heel bewust van... Uh, is dat dankbaarheid vooral? Dat je je focus op dankbaarheid? Nee, ik denk dat het ook te maken heeft met zelfverzekerder zijn. Echt, ik ben heel spiritueel geworden de mm -hmm. laatste jaren. Um, en ik denk nadat mijn oma is overleden, is er bij mij iets uh, gebeurd waardoor ik ook niet meer uh, aan mensen hun verwachtingen wil voldoen of zo. Ja, ja. Sowieso sinds ik moeder ben geworden um, heb ik altijd een beetje een take it or leave it uh, er toe gekregen. Dus als ik bijvoorbeeld audities moest doen, zat ik altijd hier. En ik was altijd onzeker. En ik, was ik wel mooi genoeg? Was ik wel grappig genoeg? Was ik dit? Was ik dat? En nu kom ik gewoon en denk ik van, er zijn belangrijkere dingen in de wereld dan wat jij vindt. Nee. En wat ik ook door heb, is dat iedereen struggelt. Iedereen heeft ja. onzekerheden. Ik neem alles niet meer persoonlijk. Dat als jij lelijk tegen mij doet of op een bepaalde manier met mij omgaat, dan zegt dat heel veel over jou en niet per se over mij. Goed zo. Uh, dus um, ja, daardoor denk ik, doordat die druk eraf is. Um, en ik heb gewoon twee kinderen om echt voor te strijden. En. Mm. en ik heb geen tijd om depressief te zijn, snap je? Ja, ik heb geen tijd om depressief te ja, zijn. Ik heb gewoon geen tijd. ermee te maken hebt. Ja, uh, dus dan, noemt dan denk het ik zelf naar buiten elke dag. Ik ja, weet ja, ja. wat ik moet doen. Ja, acceptatie uh, ook vooral. Ja, hè? ja ga dingen gewoon accepteren. sporten, dingen accepteren. Het komt in die. Je hoeft niet overal op te reageren. Ja. wat andere mensen van je vinden is niet altijd belangrijk. Mm. Uh, dus dat vond ik een hele grote stap om daarmee uh, naar buiten te komen. Mm -hmm. En uh, mijn therapeut heeft heel lang uh, getrokken. Omdat het voor haar was het een ook wel een soort van kans of zo. Want het was niet echt een. Het, is, het was toen, mental health was toen niet echt, je weet toch, iets waar oh, echt ja, over gesproken werd. Ja, ja. Ja, en toen zei ze: heb je, besef je wel dat met jouw bereik jij best wel veel kan betekenen voor anderen als ja. jij aangeeft dat zelfs jij ja. hier mental health issues hebt. Ja. En toen dacht ik, ja hier, mevrouw, <laughs> ik dacht het niet. Okay. Mensen komen om te lachen. Dat zei ik letterlijk tegen haar. Mensen komen om te lachen. Ja, en daarom stelde ik die vraag: ja. was het logisch of nee, okay, okay. niet? Nee, totaal niet. Maar, maar, en dan doe je toch? Dan deel je ja. jouw ervaring. Ja. Maar ik wil ook niet zielig doen, snap je? Ik hou niet nee, van Nee, I get it. Maar het is jouw verhaal. Ja, yeah, is wie ben. En dan doe je het. En wat, wat denk je dan? Wat voel je dan? Nou, ik vond het Als je nog naar de reactie awkward. kijkt. Ja, maar ik ben dan wel heel blij dat ik het dan toch heb gedaan. Maar ik wil er ook niet te lang over praten, snap je? Het is heel persoonlijk. En, en, yeah. en waarschijnlijk brengt het de hele hoop En Ik hoef dingen geen medelijden op. of zo. Ja, dat, nee. dat hoeft niet. Ik maar ben... zie je hoeveel disclaimers jij al begint te droppen? Uh, yeah. uh, ik, ik wil niet zielig worden. Ik wil, yeah. niet, ik wil niet dat... Yeah. Maar tell your story. En laat yeah. mensen zelf bepalen. En mm -hmm. uh, if you care about what they say, dat is weer wat anders. Ja, yeah. maar, maar nu heb ik wel zoiets van ja. Het is nou eenmaal zo. En, uh... Maar misschien is het goed om te horen zeggen dat leuk meisje die je altijd ziet lachen en vrolijk ja. ziet doen, ja. hey, die heeft ook issues, hè? Ja. Uh, ja. En voor al die vrouwen die je volgen en mensen sowieso. Mm -hmm. is misschien dat, dat kan echt goed helpen. Ja, daarom. En dat merk ik nu heel erg. Dat merk ik, dat merk ik heel erg die, uh, Nadat ik dus mijn. Uh, hoe heet het nou ook alweer? Mijn depres postnatale depressie ja. had. Uh, toen ben ik op een gegeven moment ben ik filmpjes gaan maken als mezelf. En toen ging ik gewoon een soort vlogjes maken waarin ik um, eigenlijk gewoon op een grappige manier ging praten over uh, hoe kut ik het soms gewoon vind. En hoe, hoe ik baalde van mijn lijf. En, uh, dat soort dingen met een knipoog. Dus het is allemaal niet zo zwaar, ja, maar wel de dat waarheid. Ja, dat sausje. Yeah. En toen merkte ik dat. Toen heb ik een soort van die stempel gekregen van oh Power Mom, omdat ik okay. heel eerlijk was over het moederschap. Um, en wat jou nog, als ik naar jouw persoonlijkheid kijk, wat je nog awkwarder maakt. Zo van, oh shit, nu ben ik een power man. Uh, best wel hoge expectations. <laughs> ja, ja, ja. Maar nee, je weet toch, uh, yeah. dat ben ik helemaal niet. En ik geef ook oh, you do aan worry van, too much, zie ik nu. Ja, maar yeah. ik wil niet dat mensen mij een soort van, zo, een soort van yeah. gaan adoreren of, of een soort van titel geven die ik eigenlijk helemaal niet verdien. Nee, Mijn vriendinnen uh, zeggen ook altijd, je bent echt een hele goede moeder. En dan zeg ik, ja? Oh, oké. Okay. Uh, Omdat ik denk: van, doe ik het dan allemaal wel goed? En ik, ik ben er nu, ben ik aan het leren. En, en dat wil ik ook overbrengen: dat je een goede moeder bent als je um, alles wat je doet uh, dat je dat doet uit. Dat je het beste wil voor je kinderen. En dat betekent ook dat je supergoed voor jezelf moet zorgen. Belangrijk. Ja. Als het niet goed gaat met mama. Want ik vind mijn kinderen gewoon niet altijd leuk. Ik zeg je eerlijk, ja, zo ben ik ze helemaal Je bent niet de eerste zat. die dat hier aan tafel Leg. zegt. Dat ik denk, waarom? Wie wilde ik wat ja. bewijzen? Ik had een ja. mooi leven. Mijn buik was strak. Ja. En deze varkens ja, maken mijn leven helemaal zuur. Gewoon. Ja. Dus ook self-care en, 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 en nee zeggen. En inderdaad je kinderen af en toe. Op op de, een extra dag op de crash zetten. Of weet je, je hoeft er niet altijd te zijn om een goede moeder te zijn. Letterlijk. Snap je? Ja, ja. Je hoeft niet letterlijk altijd in je kinderen hun feest te zijn om. Dus dat zijn dingen die ik gewoon allemaal leer. En wat, wat ik gewoon heel erg wilde overbrengen, is dat. Ik ben vergeten wat ik wilde overbrengen. Nee, nou ik zou je wat zeggen, je brengt heel veel over. Oh, en hoop. Uh, ja. uh, je brengt heel veel over. Uh, uh, wat ik nog één keer wil, uh, uh, waar ik het nog even over wil hebben, want misschien niet iedereen weet wat postnatale uh, depressie inhoudt. Uh, even kort. Ja. Het was gewoon dat jij uh, geen uh, connectie voelde met, met, jouw, kind. met jouw kind ja. op dat moment. En daardoor ga je weer schuldig voelen. En daardoor word je nog. Je was al depressief, nog depressief. zeg ik het goed zo? Ja, nou wat er eigenlijk is gebeurd, is dat ik heb een hele zware bevalling gehad. En Ook uiteindelijk nog. ja echt uh, 48 uur of zo. Uf. En uiteindelijk heb ik dus met spoed. Um, uh, moest ik, een, ik moest een spoedkeizersnede, mm. Maar tijdens, die, tijdens het snijden, voelde mijn verdoving werkte niet. Dus ik heb oh. gevoeld dat ze, haar, uh, dat ze mijn buik oh, aan het opensnijden wow. waren. En uh, toen ben ik uiteindelijk, omdat ik helemaal in paniek raakte, mm -hmm. um, uh, ben ik onder algehele narcose gewoon platgespoten binnen no time. Oh, ja, ja, ja. En toen ik wakker werd, was ik high as fuck gewoon. Je ja, ja, ja. weet toch echt, uh, ik zei, oh, ik ben tante geworden, He helemaal high oh, was ik. Okay. Um, en mijn dochter was toen al een uur op de wereld en ik kwam pas een uur later. Helemaal hi, hier is je kind. Ja, ja, ja. Is raar, want ineens ja, ben ja, ja. jij moeder. Um, ik heb drie dagen in het ziekenhuis gelegen, zwaar aan de morfine tegen de pijn. Mm -hmm. Je leeft in een soort bubbeltje, ja. weet je? En het was allemaal leuk en ik was lief. En, uh, um, maar toen op een gegeven moment moest ik naar huis. Met dat kind? Met dat kind en geen morfine meer. En uh, oh. ik deed alles gewoon. Ja. Uh, en maar Alles deed pijn. En, maar ik deed alles gewoon omdat dat van je verwacht wordt. En dat, was, dat is gewoon de natuur. Mm -hmm. Dus ik handelde. Maar ik handelde niet vanuit. Ik, ik deed alles omdat het moest. Ja. Maar ik durfde niet alleen te zijn. Ik was continu aan het janken. Hm. En dan zeiden mensen: Oh, ze is zo mooi. Dacht ik: Ja. Nee, jij, jij voelde niet wat het... mensen zeiden. Nee. En dan. je wist hoe het hoorde en dat deed je maar. Ja. Alleen er zat geen. Uh... Omdat er een soort van. Je leeft ergens naartoe. Ja. En dan ineens. Ik keek gewoon naar haar en dacht ik: Je gaat nooit meer weg, hè? Mm. Maar ik wil ook niet dat je weggaat. Ik wil niet dat ja, er iets ja, met ja, je ja. gebeurt. Dus er komt heel veel angst. Maar er komt ook heel veel uh, van: Ik wil dit allemaal eigenlijk ja. niet. Weet je, maar. Ja, het was gewoon heel moeilijk. En ik, ik ben een heel vrij en een beetje een hippie ben ik. En ik, voordat ik zwanger raakte van haar... Uh, presenteerde ik bij BNN. Sprong ik uit vliegtuigen. Ging ik dit, ging ik dat, weet je wel. En ineens had ik gewoon een leven... Meer waarin ik eigenlijk niet zo heel veel meer durfde. Ja. Omdat ik heel veel verantwoordelijkheid had. Precies. En, en die uh, realisatie alleen al? Maakte ik sliep het... niet, vriend. Uh. Ik sliep gewoon. Ik kon niet slapen. Ja. Wanneer mijn vriend naar de winkel ging... dacht ik, waar ga je naartoe? Ja. Um, ja, gewoon de s'nachts wakker liggen. Je wordt gek. Op een gegeven moment werd ik gek na. Um, uh, op een gegeven moment. Oh, ik gaf haar borstvoeding. En um, uh, toen belde de verloskundige en toen heb ik aan haar eerlijk toegegeven... van mevrouw, nah, het gaat, gaat niet goed, goed hoor. En toen uh, vertelde ze me dus dat ik heel veel huid op huid contact moest doen. En uh, op een gegeven moment voelde ik van oké, okay, mm. ik, uh, ik vind je wel. Uh, ik voel wel iets gebeuren hier. En het heeft ongeveer twee weken geduurd dat ik echt heavy in uh, niet sliep en zo. Uh, alleen daarna, ik denk een jaar later, um, toen kreeg ik hele erge angstaanvallen. En dacht ik dat mensen uh, haar wilden ontvoeren. En, uh, nou, en nu klink ik echt als een ding, maar ik, ik was me heel bewust van alle gevaren in de wereld. Ja, ja, ja. En als ik dan bijvoorbeeld ging tanken... En dat, je dat gaat... was een jaar later? Ja. Uh, denk ik ja, een jaar later. Want daarna was ik gewoon cool. Ongeveer. En ik was gewoon cool met dat kind. En ik ja. was heel blij met haar. En ik deed het gewoon allemaal. Alleen na een jaar ongeveer kreeg ik dat. Dan zat zij bijvoorbeeld in het autostoeltje. En dan weet je, dan ging ik denken. Mm -hmm. En dan moest ik betalen. Maar ik durfde haar niet Achten. in die auto te laten, ja. omdat ik dacht: straks pakt iemand haar uit de auto. Straks ontploft het tankstation. Yeah. Wat is dit? Ja, ja. Ik had hele rare, hele rare angsten, gewoon. Tenminste, raar. Nu moet ik een beetje lachen als ik erover praat, maar ja, ik weet niet. Ik was me gewoon heel bewust van dat zij bijvoorbeeld ook gewoon kon doodgaan en zo. Hè? En oh. dat was gewoon te veel voor mij. En toen ben ik in therapie gegaan, een jaar. Mag ik even wat zeggen, want ik luister dan naar je. En dan hoor ik, je bent gegaan van geen connectie voelen... Naar... Na, naar... Extra ja. overbezorgd ja. met allerlei ja. doemscenario's ja. Ja. die constant in ja. je innen gaan. Dat is mm -hmm. ook heavy. Mm -hmm. mm. Ja, dus... Uh, en uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus dat is... Ma maar hoe is dat goed gekomen? Mm. Weet je dat? Door ja, door, door echt gewoon de therapieën en tijd en... Ja, en ja, ze denk... groeit en ze ontwikkelt. Ja. En al ja. die en gevaren al. die je zag, Your die zijn ja. gewoon ja. niet. Oké, okay. oh, mooie ja. man. Ja, ja. 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 Dus, ehm... Um, toen ik zwanger raakte van mijn zoon, uh, toen ben ik ook heel heftig in therapie gegaan. Oh preventie, ter preventie gelijk al. Ja, ja. Ah, okay. ja. En ik ben ook op alle manieren in de gaten gehouden. En, want die kraamweken waren voor mij echt heel traumatisch. Dus mm -hmm. niet eens het zwanger zijn en alles en het verzorgen van het kind. Of de, uh, ja, de, bevalling was wel heel traumatisch. Dus daar kwam ik achter toen ik weer zwanger was dat ik ineens dacht, uh, kreeg ik nachtmerries en zo. Ja. Um, ja. Ik, ja, dus ik heb toen therapie gehad uh, om, en, en begeleiding vanuit het ziekenhuis, omdat er best wel wat fouten waren gemaakt bij mij. Um, om, om zo goed mogelijk die bevalling in te gaan. En uh, ook daarna zijn er fouten gemaakt, omdat het kan niet dat een, een kraamvrouw niet slaapt en zo, dat kan niet. Ja? Uh, nee, want niet slapen, dat maakt jou nog depressiever. Nee, precies, ja. Dus um, ik ben daarna, na mijn bevalling van mijn zoon, heel erg in de gaten gehouden. Uh, en dat heeft heel erg geholpen. Toen ben ik ben ook gelijk weer uh, daarna heel snel weer gaan sporten en zo. Mm -hmm. En ik merkte dat dat gewoon uh, ja, goed. Maar check wat hier gebeurt. Dus jij, jij maakt uh, filmpjes, laat mensen lachen en al mm -hmm. dat soort dingen. Kijk naar die filmpjes, ben heel kritisch, ik drop mm -hmm. het en ben nog niet tevreden. Mm -hmm. uh, maar dan deel jij dit en dan deel je dit nu hier. Ja. Uh, en, en daar denk je niet na over hoe het overkomt en al dat soort dingen. Nee, dit is het verhaal. Ja. Juist, ja. dit is het verhaal. En het mooie, en daar ben ik dan dankbaar voor, is dat ik weet dat vrouwen hier naar kijken. Ja. Niet dat ze het niet kennen, mm -hmm. maar om er zo over, open, uh, over te praten lukt niet iedereen. Nee. Uh, 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 en het is ook goed om te weten uh, uh, voor iedereen die kijkt, mensen om je heen, want sommige vrouwen. Ik heb van sommige familieleden, heb ik pas jaren later gehoord ja. van. Toen maakte ik zoiets ja. mee. Ja. Toen ging het zo met mij. Mm -hmm. en, en dat verhaal wist ik nooit. En dan hoor ik het, dan denk ik oh den wat moest dat zwaar zijn geweest? En wat zal dat nog steeds misschien een effect ja. hebben gehad op jou? Want heeft het nog steeds een effect op jou? Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Nee, Gelukkig. ik ben nu juist heel erg. Um, dat ik denk van, oké, okay, dat was zo. En dat is helemaal prima. En ik vind het fijn dat. Dat ik een ander inderdaad kan helpen met. Uh, als ik eerlijk vertel dat dat zo is. Want toen ik begon met die filmpjes over het moederschap. Toen mijn inbox niet normaal. Ja, zie je? Niet normaal. En anders hè? Ja. Anders dan dat je gewend was. Ja, ja. Daarom. Ja. Ja. Dus namens die vrouwen. Of iedereen die daarmee te maken heeft gehad. Om iemand waarom die geeft. Ja. Bedankt. Dat je dat ja. deelt. En het is heel belangrijk. Dat je mensen om je heen hebt die real met je zijn. En ja. ik merk dat zes jaar geleden was het nog niet echt een ding inderdaad om te kunnen vertellen van ja ik hou gewoon nog niet van mijn kind het is niet dat jouw kind geboren wordt en dat er dan een roze wolk is het kan want bij mijn zoon had ik hem wel dus je zwangerschap was mooi maar de bevalling oh. was een toer ja, ja dat was echt en een alles daarna ja en daarna ja. was het moederschap geweldig ja. alleen um, ja omdat je aan bepaalde verwachtingen wil voldoen uh, en heel veel dingen ook raar zijn en ik heb heel erg begrepen van de vrouwen in mijn DM dat het ook heel erg uh, een cultuurding is, mm. dat er niet over gesproken mm -hmm. wordt. Mm -hmm. um, en dat het raar gevonden wordt en dat je dat niet zegt, want hoezo hou je niet van je kind. Ja. Uh, maar ik merk dat de laatste tijd wordt er heel open over gesproken, over bijvoorbeeld uh, vrouwen die succesvolle carrières hebben ja. uh, en dat moeten combineren met het moederschap. Uh, of vrouwen die inderdaad die roze wolk, die roze wolk dat wordt nu echt een beetje uh, gebagatelliseerd van. En daar ben ik heel blij mee, want er wordt een soort van, van ah, baby show baby, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. En dan is die baby er, maar het is gewoon taai, je weet toch, alles ja. doet pijn. Mm -hmm. Het is niet zo mooi, je slaapt heel weinig, het is echt overleven. Het eerste jaar van het moederschap is letterlijk zorgen dat je niet verdrinkt. Hm. En ik ik ben blij dat daar nu beter over gesproken wordt. En mijn vriendinnen en mijn omgeving, die hadden allemaal zoiets van, uh, nou, ik snap het wel hoor. Uh, ik vond het ook allemaal niet zo leuk en ik uh, hield ook niet gelijk van mijn kind, waardoor ik me heel erg uh, begrepen voelde. Ja. Maar in de eerste instantie was iedereen altijd heel erg voorzichtig met dat vertellen. Klopt, ja. En, en daarom extra dankbaar. En ook wat je benoemt is heel belangrijk, dat cultuurding. Ja. Uh, uh, Wat in sommige culturen, in onze bijvoorbeeld als Suriname, mm. uh, wordt er misschien te weinig gesproken over bepaalde dingen, waaronder dit van: ja, get through it, uh, is normaal, moederschap. Maar nee, je hebt je op ja. een bepaalde manier gevoeld. Mm. En om te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost, ja. heb je dus zo'n sterke uh, maar sowieso, kring nodig. Maar sowieso. Ik, wil, ik, wil, ik vind, ben altijd voorzichtig met daarover te praten, maar waar ik de laatste tijd heel erg tegen aanloop is. Slavery heeft... Um, communicatie is echt een ding, hè. De onderdrukking en zo. Er wordt bijvoorbeeld over seksualiteit en, en, en je gevoelens. Uh, dat zijn echt dingen die, die onderdrukt zijn. Dus... Um, ja, dat is wat ik erover wil zeggen. Dus ik ben blij dat er nu het soort van doorbroken wordt. En ik zie dat onze generatie heel hard aan het strijden is, ook zwarte mannen, heel erg um, aan het vechten zijn om die, die cirkels te doorbreken qua mm. communicatie en het tonen van gevoelens en seksualiteit en dat soort dingen. Um, want ja, het heeft, het heeft gewoon nog steeds uh, sporen. Nou, ik vind het leuk dat, dat, dat je het herkent en herkent, want het is waar het komt hierop neer, is dat uh, uh, slavery en alles wat in het verleden is gebeurd, heeft nog steeds effect op ons en mental dat vind vandaag ik zo de dag. Jammer, en mensen weten dat niet, of mensen hebben er geen empathie uh, voor, zo mm -hmm. so to de goodie. Yeah. Het is goed dat jij er bewust van bent, want ik weet dat ook. En yeah. daar kan ik nog uren met je yeah. over praten. Yeah. Yeah. Wat ik liever doe is je het volgende uh, vragen. <laughs> uh, 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 met alles wat je hebt verteld en mee hebt gemaakt. Mm -hmm. En met je kinderen. Want, by the way, als ik je zie met je kinderen. Yeah. Het is dan social media, maar je ziet dat, hoe leuk dat is, hoe echt. Mm. En vooral als je dan je verhaal hoort, denk je zie je. Yeah, met lief. alles wat je hebt meegemaakt. Je meisjes yeah. ziet er heel verstandig uit. Ik, yeah, ik heb lief. niet veel nodig om dat te zien. Wat oh, voor uh, uh, moeder wil je zijn? Mm. Wow! Uh, en, en. En. Ik wil zeg maar die moeder zijn die waar tegen je alles durft te zeggen, maar wel met respect. Dus je gaat niet wanneer je ouder bent met mij op de bank zitten en praten over uh... Becky. Becky, ja, ik dacht ik gooi hem er niet weer in. <laughs> ja, jawel. Maar ja. um, als jij vragen hebt of Boven, ik, ben, ik ja. wil gewoon heel open minded zijn, maar ik ben niet je vriendin, snap je? Ja. Dus dus dat, dat. Dus ik wil wel dat je ja inderdaad dat we kunnen praten over seksualiteit dat mm -hmm. we kunnen praten over je gevoelens dat je ik wil heel graag een moeder zijn dat je mij kunt vertellen mama dat vond ik op dat moment heb jij mij hier want ik zal vast en zeker dingen doen en gaan doen in de toekomst die waardoor mijn kinderen trauma's oplopen of je weet toch dat niet cool vinden of uh, maar ik wil die moeder zijn dat als, als zij dat zij zich vrij voelen om dat met mij te kunnen bespreken, zodat ik een betere moeder kan worden. Ja. Dat is de moeder die ik wil zijn. En gewoon heel veel plezier maken. En hele wijze, wereldwijze uh, kinderen, die echt zichzelf kunnen zijn. Dat... Ik vind het belangrijk dat je niet echt heel veel uh, waarde hecht aan wat anderen van je vinden. Mm. En toch moet ik eens zeggen. Je leuke vraag, Ja? Sorry. Moet ik zeggen. Je bent zo complimenteus. Uh, ja, en ik meen yeah. hem ook. Uh, uh, volg me maar. Uh, dan zie je van. <laughs> oh ja, hij zegt inderdaad wat hij meent. Ja, ja. Want als het niet zo zou zijn, zou ik het ook voor je beren, maar. Yeah. met de camera's uit. <laughs> als het niet zo is, dan mag je het ook gewoon zeggen uh, yeah. van je lul. Nee, En dat baseer ik op. Uh, al je dingen wat je doet, mm -hmm. dus hè voor de online social media actrice werken mm -hmm. ja, allemaal leuk en dan heb je nog je persoonlijkheid yeah. en dat allemaal en dan deel je ook nog je verhaal en die kwetsbaarheid en yeah. alles yeah. en dan zeg ik weet dat ik in ieder geval denk leuke vrouw oh. uh, en dat is het verhaal yeah. en bedankt dat je bent geweest ja yeah, uh, ik vond het zo leuk hadden. ik vond het leuk dat je doet ja yeah, je bent, je doet het echt leuk dank je wel yeah, ja je, je bent wel. heel um... Je gaat nu niet, niet nu mijn complimenten. Jawel, hè? even niet nog. Het moment, even he? nog. Nee, okay, maar kort ik bedoel, dan. Van, ik voel me ook. Uh, ik heb echt het idee dat ik heb kunnen laten zien wie ik ben. Yeah. En, en uh, dat is ook wel schaars. Mm -hmm. echt maar, dat. Uh, dat, dat iemand je dat gevoel kan geven en dat ben. je gelijk... Want we kennen elkaar helemaal niet, hè? Nee, klopt. Nu wel! Maar ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Ja, ik ben ook heel blij dat ik je Absoluut. heb leren kennen. Absoluut. Ja. En check, ken je Samantha niet? Zie je hoe open zij hier heeft gesproken? En we zijn best wel diep gegaan op bepaalde punten. Maar ga ook haar shit checken waarom je gaat lachen. Ja. Uh, uh, de favoriete snodder, kamertol uh, en <laughs> al die dingen uh, wat ze doet. En waar kunnen we je checken? Uh, ja, op, uh, op Instagram. Samantha Cheres heet ik. Samantha Cheres. Ja. ja. Uh, uh, ga dat checken. Eh, uh, uh, hé. Hey. Ik zei het al eerder, als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer je op dit kanaal. Like de video. En heb ik gelijk gehad. Ik zei toch aan het begin: like je gaat het leuk vinden. Heb ik gelijk gehad. Drop het in de comments. Drop ook gewoon voor alle leuke comments. Uh, support Samantha, maar support ook deze show om te liken. En wil je meer weten hoe je deze show kan supporten. Check dan in de description hoe je dat kan doen. Ik kan je alvast vertellen dat je naar giliesloveline.nl kan gaan. En dan kan je zo'n hoodie bijvoorbeeld bestellen. So. Nou, leuk, toch? Yeah. We hebben de uh, If It Ain't About Love, It Ain't About Nothing hoodie, maar ook de Roots hoodie, wat staat voor Roots. En als je trots bent op je achtergrond, dan past die bij je. Gewoon uh, aanschaffen, zou ik zeggen. Hé, hey, ik zei het net al, uh, vaste slogan en ik leef erna. If It Ain't About Love, It Ain't About Nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah. Yeah, wow. Dat is het. hoor. Oh Wonderful. prachtig. Ja, yeah, ik ben More. heel benieuwd.